Welkom mensen. Ik hoop dat jullie me kunnen horen. Ik ben aan het praten op dit moment. En als je me niet kunt horen, dan laat het ook weten. We gaan straks even een welkomstrondje doen. Zo, er zijn heel wat mensen binnen en ik wil iedereen enorm welkom heten. Dit is een beetje een testsituatie natuurlijk vanwege corona. And I hope people can hear me and also understand some of the English. I think it will be nice if quickly people could introduce themselves, even though I know it will take a little bit of time. But I'm happy you're here and every one of you is valuable. And it's also nice that at least in the neighborhood we still do a little bit of a meetup, even though we don't always meet now these days physically. Ik wil gewoon eventjes het rijtje afgaan zoals ik het hier voor me zie. Ik zie eerst Charles, dan Ellen, dan Arnoud, dan Jules, dan Danny en dan kom ik straks wel weer bij de volgende. I mute the microphones and you can unmute. Charles, can you introduce yourself? You have to unmute. Unmute the microphone. The microphone. Okay, where is Charles? iPhone Charles is not... anders kom je zo hoor, Charles. Ellen, kun je misschien even jezelf introduceren? Kijk of... Ja. Ja, ik ben Ellen. En ik woon in Karspelhof, heet het, hè? Ja, niet meer nieuwbouw. Het is 2 jaar oud. Dus wat moet ik verder vertellen, Mike? Ja, dat je in de adviescommissie bij de Blik ook hebt gezeten misschien. Je bent best wel verwant, weet jij. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb ook al toen al meegedacht over het plein. Daarom ben ik extra benieuwd wat er vanavond allemaal op stapel staat. Arnoud, hoi. Welkom. Kun je even voorstellen? Arnoud, gaat het lukken? Ja. Ja, ik ben er. Sorry, ik had net even een telefoontje. Ik was even nog even ruggespraak aan het houden met mijn waarderen collega, mijn buurbewoner Maarten Reudering. Want die was nog niet van de partij. En ik was gewoon even benieuwd of hij nog zou komen vanavond. Maar hij komt dadelijk online, zei hij. Oké. Okay. Maar dat ik even mijn geluid en mijn microfoon op mute had gezet. Dus vandaar dat ik was misschien aan de beurt, maar dat ik even verstek moest laten gaan. Ja. Ja, ik ben vanavond primair aanwezig als bewoner van de K-buurt. Ik woon zelf in Nieuw-Kempering in de Eerste Kekerstraat. En ik ben zelf ook actief als stadsdoelcommissielid in Belmer-Oost. Dus ik zit hier eigenlijk met twee petten op, maar primair natuurlijk als bewoner. Ja, hartstikke goed. Wie hebben we dan? Jules. Hoi, Jules. Goedenavond allemaal. Jules Pollard, inderdaad. Ik werk voor gemeente Amsterdam in de gebiedsontwikkeling Zuidoost. Ik loop hier al een tijdje rond in Belmer-Oost. Ik ken Ellen ook nog van het vorige traject. Dus van A tot Z helemaal mee mogen maken. In ieder geval, Z hebben we nog niet bereikt. Laten we zeggen halverwege. Hartstikke goed. Danny. Dag allemaal, ik ben Danny, ik ben stagiair bij Hart voor de K-buurt. En ja, ik ga straks nog wat vertellen over K-buurt TV. Hartstikke goed. Hans. Moren. En dan kom ik bij Agnes, dan kom ik bij Henk, bij Lisbeth. Ja, ik ben Hans Moren, ik woon in de Kolfschotenstraat en ik zit ook in het bestuur van Hart voor de K-buurt. En... Ik heb daar onder andere het portefeuille K-middentraject, dus ik luister met belangstelling. Ja. Agnes, goeiedag.
Ik zie Agnes Assa. Ja, good evening, Peter. I am Peter. Yes. From the Upper East Northern Group. Ah. I live in Kilberkin. Ah, yes, of course. With Abdullah. Yeah, Mike, Abdullah, yeah. Yes, good, good. Thank you. Good, Mike. Thank you. Goedenavond, Henk Kikkerstein. Ik heb de laatste dagen veel verdiept in de materie. En even een kaartje gemaakt om de opmerkingen en suggesties van vorige week vrijdag toe te lichten. Hartstikke goed, fijn. En Lisbeth. Ja, dag allemaal. Ik ben Lisbeth. Ik woon in Kantershof. En ik ben redacteur van de website 1104 en zo. En van Hart voor de Kamerbuurt. Oké, okay, hartstikke goed. Even kijken. I think you can talk into the microphone. Hallo, hallo. Ja, yeah. Who are you? Yeah? Hallo. Just speak loud. Hallo. Who are you? Introduce yourself. Yeah, greetings. I am Raskin from the African Roots Movement. Raskin from the African Roots Movement. Yeah. Hartstikke mooi. Mario, en dan Jenny, en dan Astrid, en dan Sander. Mario, wie ben je? Hi, welkom. Mario, lukt dat met het aanzetten van je microfoon, Mario? Anders gaan we door naar Jenny. Jenny? Ja, ik ben Jenny van Dalen. Woonachtig in Gaarsperdam. Maar al 35 jaar werkzaam in de Bijlmer geweest. En onder andere ook in de K-buurt. En ik heb met een groep mensen een prachtig plan gemaakt voor een gebouw voor senioren. En wij hopen dat in de K-buurt te kunnen realiseren. Hartstikke goed, welkom. En dan hebben wij Astrid en dan hebben we Sander. Astrid. Goedenavond, ik ben Astrid. Ik ben werkzaam in Kolfschotenstraat. Ik ben bezig met alle leeftijdsgroepen, van senioren tot kinderen. Ik geef sport en spel en beweging. En ik ben nu bezig met het jongerenplatform. Yes, Sander. Hoi, ik ben Sander Schreuder. Ik woon in Kleiburg, 6 jaar. En ik ben staatsdocumentielid voor Bijlmer Oost. Super. En ik heb ook het vorige traject tot en met, niet helemaal tot zet gevolgd. Maar ik ben er wel bij al die avonden bij geweest. Hartstikke goed. Dan zie ik hier Alfred de Graven. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ik ben Alfred. Ik woon aan de Groesbeek Dreef, maar ik voel me altijd bij betrokken in K-buurt. Ik ben gemeenteambtenaar, ik werk bij de gemeente. Ik haal grofvuil op. Misschien wanneer je in K-buurt die grofvuilwagen ziet, dan ben ik het. Super, dankjewel man. Goed werk. Fijn. Dan zie ik Jeet, dan zie ik Zoe en dan zie ik straks nog wat andere mensen. Jeet. Zoe. Ja, goedenavond. Ik woon in Kantershof en betrokken bij Hart voor de K-buurt. Altijd, hè? 24/7. Ja. Echt. En Zoe. Ik ben Zoe. Ik ben stagiair bij Hart voor de K-buurt. En voor de people who speak English, I work in Krijnis en I'm working at Hart voor de K-buurt. Heel goed. En dan probeer ik even terug te gaan naar Mario Visser. Mario, gaat het jou inmiddels lukken om het knopje van de microfoon aan te zetten? Nou, nog niet helemaal. We horen je nog niet, Mario. Ga ik ondertussen even naar Maaike. En ik zie je Mitch en ik zie je Rosita. Maaike, kun je even voorstellen? Hallo, ik ben Maaike. Bewoner van Koningshof. Ook bestuurslid van de Stichting Hart voor de K-buurt. Ik ben helaas niet via een foto zichtbaar, maar dat maakt niet uit. Ik hoor en ik kan meediscussiëren vanavond. Zo is dat. Oké. Okay. Hartstikke fijn. Rosita en daarna Mitch.
Goedenavond, ik ben Rosita. Ik woon aan de Koningspalmplein en heb meegedaan aan het voortraject. Yes. En dan zie ik Mitch en daarna zie ik die Maarten Reuderink binnenkomen. Wie bent u, Mitch? Hi, ik ben Mitchell. Ik ben van Laag-Kralenbeek. Laag-Kralenbeek, welkom. Hartstikke goed. En Maarten, fijn dat je er bent. Kun je je voorstellen aan de gemeenteschap hier? Maarten, we horen je nog niet. Ik zie wel dat je microfoon aanstaat, maar het geluid komt nog niet door. Mag ik tussendoor even iets zeggen? Ja, zeker. Sorry, ga je ja, volgens mij Zahid wil in de meeting, maar het lukt hem niet. Hij heeft gewoon op de link geklikt, hoor. Oké, ja. Ik heb iedereen toegelaten inmiddels die hier... Ze staat niet in je lijst van mensen die nog toegang willen. Nee. Moet krijgen, zeg maar. Oké. Nee. Ik ga het even regelen. Ondertussen zie ik een mevrouw op een iPhone met een mooie bril en die houdt nu haar hoofd vast. Wie bent u? Kunt u zich voorstellen? There's a lady there with nice glasses. She's holding her head. Who are you? Welcome. But you have to unmute your microphone. Your microphone. You have to speak in the microphone. You have to unmute your microphone. You have to press on microphone. Mike, je kan iedereen muten, maar kan je ze ook unmuten? Nee, helaas. Oh, oké. Okay. Nee. Nee. Ik kan het alleen vragen, maar mensen moeten het zelf doen. Je moet op het knopje drukken van die microfoon, mevrouw. You have to press your microphone button. It's je kan ook een spatiebalk. You can press space and then speak. Yeah, oh, yeah. I've unmuted. Yes. Do you hear me? Yes. Now? Who are you? Who are you? Welcome. Yeah, please. I'm a Felicity and I live in Kawanaut. And we are the group of Upper East, Upper Family with Abdallah. Yes. Yeah, then we used to come there to meet and yeah. With great. The family, yeah. But I live in Kawanaut. Okay, welcome. Nice to have you. Thank you. Great. I hope you enjoy it. Ik zie John Stuger. Zonder plaatje, maar misschien dat je toch kunt voorstellen, John. En Mario, we horen je nog steeds niet hoor. Die microfoon gaat nog steeds aan. Mario, John, ga je gang. Ik kom uit Laag-Kralenbeek en mijn naam is Jens Stuger. Hartstikke goed. Ja. Hallo Mike. Ja. Ik weet niet wie ik inmiddels nog misschien vergeten ben. Ik kijk even de plaatjes rond. Alfred hebben we gehad. Is er iemand die zich nog wil voorstellen die ik vergeten ben? Ja, ik ben net toegetreden, Mike. Daar ben je, Maarten. Ja, welkom. Ja. Uw campering. Ja. Heel goed. Ik wil even checken. I'm recording this meeting because we want to share it with the neighborhood. Ik neem dit op. Als iemand daar echt bezwaar tegen heeft, laat het weten. Maar ik hoop van harte dat het niet het geval is, want we willen echt zoveel mogelijk samen het doen en ook met anderen die er nu bij kunnen zijn. Ik stream het ook op Facebook, zodat anderen die op Facebook kijken nog weer deel kunnen nemen. En even voor jullie beleving, dit is met de mooie kerstboom die Astrid vandaag heeft neergezet. Hier bij ons de ruimte. En daar zit onze geluidstechnicus met het paneel. Die zit hier in de ruimte. Dus, en die kijkt ook mee op het scherm. Zo is hier een beetje de setup. Ja. Wat gaan we doen? Ik wou het eigenlijk vandaag vooral hebben over het K-midden. Maar dat gaat over meer dan alleen een plein. Dat gaat ook over hoe gaan we een buurt bouwen. K-midden, ja. Inderdaad, Arnoud, K-midden. Ik deel hier mijn scherm. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Dan ga ik ondertussen deze hier pakken. Hier. Er komen nog wat mensen binnen. Even kijken. Daar is Ria. Mike, kan je even aan die mevrouw met de iPhone vragen of ze de microfoon weer uit wil zetten? Want wij kunnen gewoon de hele achtergrond volgen. Ik ga eventjes iedereen muten, behalve dan mezelf. Bij deze. Als jullie willen praten, moet je zelf even de microfoon aanzetten. En kom er gerust tussendoor terwijl ik aan het praten ben.
Wat is het belangrijkste van vandaag? Hoe ver staan we? Gaan we goed? En missen we nog wat? Maar voordat we dat doen, willen we eigenlijk even weten wie is hier allemaal aan boord. En dat doen we met een kleine poll, ook om even te kijken dat iedereen daarin komt en of dat lukt met zo'n poll. Nu ga ik naar de poll en dan gaan we naar even kijken. Ja. De eerste is deze. Zien jullie een poll en is het voor jullie mogelijk om deze in te vullen? Dus voor mij niet, Mike. Voor Rosita niet? Rosita niet, nee. Oké, ik zie anderen wel. Ik zie hem ingevuld worden door een aantal mensen. De vraag is namelijk, verstaat u Nederlands of is het alleen in Engels? Even kijken hoeveel mensen die aanwezig zijn het Nederlands machtig zijn. Nederlands. Or how many people only speak English? Dutch is not good. Oké. Nou, voor mij hebben we ongeveer de. Er komen nog een paar mensen bij die het, de poll invullen. Even kijken of er nog nieuwe mensen in de wachtrij zitten. Nee. Dan ga ik nu even de poll sluiten. Dank jullie wel. Zoe, heb je hem? Ik zie geen resultaten. Maar... Oh, je ziet geen resultaten. Ja, dat wordt lastig dan. Hoe je die dan moet opnemen. Ik zag wel de poll natuurlijk, maar ik zag niet de resultaten. Oké. Nou, dan doe ik het hier met een fotootje. Gek. Ja. Dan gaan we naar de volgende. Ja. Dit moet er. Oh, wacht, die komen hier naar voren. Ik zie het al. Ja. Ja. Volgende is, hoe heeft u van deze bijeenkomst gehoord? En het schijnt dat u meerdere aan kunt klikken. So for the people who speak English, you can choose more options, not only one option. Zoe heeft deze vanmiddag allemaal klaargezet, deze polls. Echt fantastisch, dankjewel Zoe. Alsjeblieft. Ja, dat is ook wel een mooi resultaat. Kennelijk toch het meest via de WhatsApp. En polling. Ja. Dan gaan we naar de volgende poll. Oké. Dan nog deze. Over uw huissituatie. In welk flat of buurtje woont u? Where do you live? In de low-rise, high-rise? In een living group, seniorencomplex of het jongerencomplex CH? Of woont u helemaal niet, maar bent u ondernemer? Of bent u anders betrokken? En in wat voor woning woont u? Sociale huur, particuliere huur of koop? En hoe lang woont u hier al? Mike, met Maarten, ik vraag me af of die wel werkt bij mij. Dat zou zomaar kunnen dat het dan niet werkt.
Ik zie dat het bij sommigen wel werkt. Ik weet niet of jullie dat ook kunnen zien op de share screen. Misschien moet je scrollen naar beneden. Want ik had eerst ook niet door dat je nog meer vragen had. Oké. Okay. Voordat je op submit kan klikken. Ja, inderdaad. Nu komen er een paar bij. Heel goed. Nu zitten we over de helft. Hele goede, Ellen. We nemen hem opnieuw. Ja. Oké. Okay. Sorry, dat waren de eerste vragen, geloof ik, hè? Ja. Oh, ja. Dankjewel. Nou, dan gaan we nu door met waar het echt om gaat. En dat is namelijk, wat zijn we allemaal aan het doen hier? Ja. Even terugpakken, helemaal naar het begin. Helemaal in het begin, en dan ga ik terug naar 2001. Toen was er een programma van eisen voor de K-buurt. En daar stond in een bruisend hart met ook een woon- en een werkcarrière. Dus dat betekende meer dan alleen een slaapwijk. Nou, dat is er nog nooit van gekomen, maar het is wel een heel traject geworden. Helemaal in 2001 heeft Henk al iets gemaakt dat heette de Bijlmer Droom. En Henk zal daar misschien nog wat over vertellen. Maar dat is in ieder geval toen al een heel mooi project geweest. Dat ziet u hier. En wat er daarna is gebeurd, is dat er heel lang heeft geduurd vanwege de crisis, totdat het winkelcentrum is gesloopt. En toen kwam er een plan. Toen kwam er een plan om het plein weg te bouwen. En toen kwam er Hart voor de K-buurt. Hart voor de K-buurt, toen gingen we een traject in. Dat traject, dat is waar Ellen en Rosita onder andere en Sander ook deel van zijn geweest. En dat heeft ons gebracht tot een participatiestaking. En sindsdien zijn we een nieuw traject in gegaan. Daar wil ik straks wat meer over vertellen, zowel inhoudelijk, maar ook even qua proces. Maar dit geeft even een overview dat wij al 10 jaar bezig zijn op buurt. Om eigenlijk die gezellige, bruisende buurt met de wijk in te krijgen. Maar we staan echt op het punt om het nu ook te doen. Dus er is een voortraject geweest. Er is een traject, dat noem ik even wijde blik. Vanwege het communicatiebureau wat dat toen begeleidde. En er is nu het K-co-creatietraject. Wat we zien is dat toen wij dit traject ingingen, helemaal in het begin, een paar jaar geleden, toen hadden we 7 grote punten. Ik ga ze niet helemaal uitdiepen hier. Maar in het voortraject kwam er eigenlijk helemaal weinig van terecht. In het wijde bliktraject kregen we wel een mooi plein. Maar de rest was nog niet echt helemaal dat we ook voor een leefbare buurt konden gaan. En nu hebben we veel meer een kans om veel meer vinkjes en vakjes te doen. Ook bijvoorbeeld om de ontbijtkoek te omzeilen en te zorgen dat daar mooie torentjes kunnen komen en lange zichtlijnen. Als we kijken naar sinds die participatiestaking, want jullie denken misschien waarom heeft dat zo lang geduurd, want dat was al in 2018. Nou, daar een tijd is opgegaan aan onderzoek. Een tijd daarna, toen wij in het gelijk werden gesteld als buurt, nog aan politieke besluitvorming. Toen moesten we nog tot een overeenkomst komen. En dat heeft ook heel lang geduurd. Onder andere omdat een integrale aanpak in de verkokende overheid is heel lastig om handtekening op te halen. Maar op een gegeven moment zijn we aan de slag gegaan. En wij zitten nu in dat groene traject, waarbij wij 1 juni volgend jaar een stedenbouwkundig plan moeten opleveren. Maar we gaan veel meer doen. Dus we hebben 1, een planontwikkeling. En 2, aan de onderkant zie je ook staan, we doen ook experimenten. Allebei die onderdelen willen we vandaag behandelen. Zowel de planontwikkeling als een aantal van de experimenten om die ruimte al te activeren, om al die buurten te gaan bouwen. Zijn er tot zover vragen van mensen? Ik zie geen handjes. Dan ga ik door. Welk gebied gaat het nu precies over? Nou, hier zie je de K-buurt. Het K-middengebied in het rood omlijnde deel. En daar zijn 6 bouwkavels in. Dat zijn die blauwe vakjes. Dat zijn de 3 voormalige garages. En dat is waar het winkelcentrum stond. Dat is eigenlijk het gebied. Dat zie je hier ook. En even kijken. Harry is er nog niet helemaal. Eigenlijk zou Harry, de projectleider van de kant van de gemeente, die zou deze slide even doen. Maar ik weet niet anders Marjolein of Sjoe of jullie deze even willen doen. Er komt net iemand binnen. Nee, dat is niet Harry. Sjoe, wil jij deze misschien? Ja, Harry komt om 8 uur, Mike. Oké, okay, ja. Ik weet niet, even kijken hoor, want moet ik daar iets over zeggen? Ja, misschien dat jij even iets kunt zeggen van even wat we hebben afgesproken met elkaar. Ja. Ja, het gaat hier over die kavels die Mike heeft laten zien, hè? Dus die bouwkavels. En die zijn allemaal in eigendom eigenlijk van de gemeente. Dus
we hebben daar min of meer kunnen we met z'n allen vrij goed bepalen wat daar kan komen. En dus we hebben het eigenlijk niet te maken met de andere eigenaren, behalve dan natuurlijk de bestaande partijen zoals het Medisch Centrum, Kraaienest en de kerk op Kavel, de kerk hè, die op Kempering stond, waar de garage dit jaar van gesloopt is. Dus we hebben daar met die kerk een afspraak gemaakt om een nieuwe kerk te bouwen op diezelfde kavel. En een andere inhoudelijke kader dat we hebben meegegeven is minimaal die 600 woningen te realiseren. En voor de rest is het gesprek binnen is gewoon mogelijk met elkaar. Hè? Dus dat is wat hier staat. Ja, Marjolein, jij bent hier even van het ambtelijk team aanwezig. Welkom. Misschien wil jij nog iets toevoegen daaraan, Marjolein? Nou ja, ik denk met name het laatste punt is natuurlijk ook wel interessant voor jullie. Is dat we natuurlijk ook gaan kijken. We hebben natuurlijk binnen de gemeente altijd een bepaald beleid wat we voeren. Een bepaalde normen die we hanteren. En, daar hangt natuurlijk altijd een standaard financieel plaatje aan. En we hebben natuurlijk met elkaar afgesproken dat we gaan onderzoeken. Wat nu juist voor deze buurt zo belangrijk is. En om te kijken of we dat dus ook kunnen toevoegen. In het plan. En dat is dan waarvan we zeggen van ja, dat is een scenario plus en min. Jij noemt het altijd de kers op de taart, Mike. Dus daar we met z'n allen gaan kijken hoe we juist ook die unieke punten voor de wijk kunnen toevoegen in het stedelijke plan. Ja. Nu is natuurlijk wel een financiële crisis inmiddels ontstaan, dus dat speelt ons niet in de kaart. Aan de andere kant, we zijn hier echt bezig voor de komende 50 jaar. En wij hopen ook echt dat de stad op die lange termijn kan en zal en wil kijken. Dus daar gaan we voor samen. Dat budget wil ik nog wel even wat zeggen. We hebben een deal gemaakt met de stad. Normaal is er voor zo'n project een budget. En wij hebben het eigenlijk omgedraaid. Dus we hebben gezegd, wij willen een pitch aan de gemeenteraad maken. En mogen wij dat doen op basis van de waarde die wij toevoegen aan de stad. En dan is het inderdaad precies wat Marjolein zegt aan de gemeenteraad. Om te bepalen hoeveel kersen mogen er op die taart. Maar geef ons de kans om iets moois te maken of te bedenken en dat ook te doen. En weet ook dat wij ondertussen, dat is dan toch wel belangrijk, ook echt goodwill aan het kweken zijn. In dat kader wil ik dit filmpje van vorige week laten zien uit de gemeente. Maar bijvoorbeeld in de K-buur, daar zou je toch wel van kunnen zeggen dat misschien wel de trots ook van Zuidoost is, want daar gaat het juist heel goed. En daar ben ik zeer tevreden over en daar werken we ook goed mee samen. En mijn complimenten voor wat uw organisatie in de K-buurt al jarenlang duurt. Echt een voorbeeld voor heel veel buurten. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde vragen, ik vind het geweldig wat jullie allemaal doen. Er zullen meer goede voorbeelden zijn, zoals ook in de genoemde K-buurt. Ik vind zeker al een heel actief buurtplatform, zoals we dat nu noemen, buurtorganisatie in de K-buurt was. Dat had een positieve uitstralingseffect. Wat je hier ziet, het gaat even niet om die pluimen, maar wat wij proberen te doen, K-buurt op de kaart te zetten, om zo goodwill te krijgen, om meer centjes. Maar bijvoorbeeld in de K-buurt. Moet die niet weer gaan. Of kom ik hier niet weer uit? Maar we proberen hier dus echt goodwill te kweken, om zo ook meer centjes straks voor onze buurt binnen te krijgen en een mooiere buurt te kunnen bouwen. Ook op andere fronten dan alleen dit traject. Even dat voor wat betreft het proces en waar we staan. Want dan wil ik eigenlijk door naar het stukje planvorming. Want we moeten een plan leveren. We hebben, voordat we aan dit traject begonnen, toen we eenmaal bezig waren met die overeenkomst, een verkenningsronde gedaan door de buurt. En daar is eigenlijk uitgekomen, dat is in die voorbereidende fase. Nu zijn we bezig met inhoudelijk allerlei dingen op te halen. En daar plannen uit te maken. Het traject loopt tot die verticale lijn. Want op een gegeven moment wordt dat besluitvorming. En ondertussen communiceren, zoals vandaag ook. En hopen we op draagvlak voor de plannen die we maken. En we aan de bovenkant proberen ondertussen ook nog te leren. Nou, dat staat allemaal in een schema in die modules. Die ga ik niet allemaal doorlopen. Behalve dat ik er een paar hier wil laten zien. En dat is namelijk dat we bestaande info hebben. Extra info, DNA. En al deze punten staan allemaal in een online map die we zo gaan laten zien. Iedereen kan online meekijken hoe wij dit doen.
En elk van deze modules gaan wij één voor één afvinken. Even kijken of er nog mensen in de wachtrij staan. Want dan moet ik ze even binnenlaten. Nee, wij hebben iedereen. Welkom Ria. Weer. Sommige dingen lukken ook niet meer. Want het plan is alweer van 1,5 jaar geleden. Wat u hier ziet, Jules, misschien kun jij het vertellen wat we hier zien. Ik weet niet wat je precies naartoe wil, maar dit is het stadsdeelkantoor. Omdat geen ambtenaren meer allemaal thuiswerken. Het is een mooie kans om eens een keer te verbouwen. Als het gemeentelijk vastgoed. Maar het betekent ook dat we aan het verhuizen zijn. Dus eens een keer een plattegrond. Die ligt ergens opgeslagen, een loods. Dus dat soort voorbeelden, weet je. Dus het gaat wat moeizaam. Wij hadden een hele module over Lego. Wij zouden in de Bonte Kraai weer de Lego plaat en dat mensen Lego konden gaan. Alleen de Lego is er inmiddels niet meer. Ja, dus dat soort dingen loop je tegenaan. Corona is natuurlijk ook zo'n ding. Dus ja, het is toch een beetje af en toe passen, meten en er het beste van maken. Maar volgens mij zijn we goed op weg. We moeten dus opleveren een stedenbouwkundig plan. Maar wat we hebben gedaan in dit traject is gezegd, er moet iets voor. Een visie voor die buurt. Want anders ga je stenen stapelen. Dat was eigenlijk in dat vorige traject. Maar die visie voor de buurt, dat gaat over meer dan stenen stapelen. Dat gaat ook over een sociale buurt. Dat gaat ook over een wijkeconomie. Nu moet dat er allemaal ook apart uitkomen. Dat gaan we niet nu allemaal in dit traject doen, want dit is vooral met grond en ontwikkeling. Maar wat we wel willen doen, is de aanzet voor een coherente visie voor die buurt. En dat alles met elkaar gaat samenwerken. Zodat het niet een stukje hier, een stukje daar. En zoals de Chameleon is een heel mooi gebouw met een hele hoge bovenkant, maar allemaal schaduw op het plein. Doodzonde. Ja, dat soort dingen moeten we nu echt gaan voorkomen. Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? Waar hebben we onze tijd aan besteed? Opstartcommunicatie. Nou, daar hebben jullie misschien al wat video's van gezien. Die ga ik niet allemaal laten zien nu. Maar dat kan allemaal goed gevraagd worden. Maar wat we ook hebben gedaan is andere communicatiezaken opgezet. Zoals een centrale website. De gemeente heeft een website amsterdam.nl/kbuurt. En social media met hashtag kwamiddencreatie. En die online opslag. En wat we nu natuurlijk niet altijd doen, is het K-buurtuurtje en bijeenkomsten zoals dit. Maar ook inhoudelijk. We weten al heel wat namelijk. En wat we niet hebben gedaan, is gezegd, we gaan van nul beginnen. En dat zullen Ellen en Rosita en zo en Sander heel blij mee zijn. We hebben alles wat jullie ook en wat we hebben ingebracht, goed verzameld in een document van het bestaande info. Met de fietsroutes bijvoorbeeld, Ellen. Waar loopt het mis en waar moeten ze beter? Maar ook, we weten echt dat we een goede dag horeca willen. Dat is echt niks nieuws en wees niet bang dat gaat komen. We hebben ook een DNA van de buurt. Daar zal ik straks wat dieper op in gaan laten doen. En we hebben met heel veel groepen deze zomer eigenlijk al bijeenkomsten gehad. Omdat wij dieper wilden dan de partijen die alleen naar voren waren gestapt in het vorige traject. Je moet je voorstellen, we hebben online op een Google Drive een map gezet. Hallo, Percy. Hallo, ik zet even weer iedereen uit, merk ik. Ogenblik. Ja. Even kijken. Mr. Mike, can you speak English? I can speak some English, yeah. Yeah, please speak some English. Okay. This is the speaker from the Yoruba Youth. Okay, yes. I hope what I'm showing here is that we have an online drive. All the modules have their own folder. The address is here. And in drive in folder D, you have all the existing information. And so we also add information that people send in. Like we got this Arnoud from a resident this week. And yes, the horeca will be there. So don't be scared. We're going to get good horeca. We're going to have a nice square with good meeting places, goede fietsverbindingen, an iconic K-buurt. It's all in the game. Maar er is meer dan dat. We hebben een DNA gedaan. En wat is een DNA? Wat maakt K-buurt nu speciaal? Wat zijn die kansen? Wat zijn de krachten? Wat zijn de kwaliteiten? Daar heeft Wouter Pokorny zich daarmee bezig gehouden. Is ook in de buurt breed bezig gegaan. En we hebben een paar dingen daar echt uit opgehaald. We zijn een opstapbuurt. Een opstapbuurt is een buurt niet waar de buurt beter wordt doordat de mensen
gaan roleren en eruit gaan en andere bewoners erin komen. Maar waar de mensen in de buurt beter worden en zo wordt die buurt beter. We zijn een buurt van Bijlmerbelievers. We zijn een buurt waar heel veel mensen met groene vingers wonen. We zijn een buurt met heel veel community spirit, waar mensen nog naar elkaar groeten, naar elkaar omkijken. Maar we zijn ook een buurt met een heel groot aandeel Afro-Caribbean culture. En zo zijn er nog andere zaken. Hij heeft echt een heel multipalet gemaakt van de DNA. En dat geeft best wel houvatten als we straks gaan kijken naar die visie. Maar dan is de grote vraag, wat voor buurt kunnen we straks worden als het gaat om bijvoorbeeld de wijkeconomie? Want wat is dan bijvoorbeeld speciaal? Nou, onze ligging is speciaal. Wij zijn het eerste aanlegpunt van Zuidoost als je kijkt voor Gooi en Almere. En je zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat wij onze wijkeconomie gaan krijgen van een PNR, een overstap. That everybody who comes in from Gooi en Almere, they drive here, they park, and they ride to the center of the metro. Now that's, you know, because of our location, that would be a feasible proposition to become an overstapbuurt. Er zijn andere opties. Seniorenzorg is ook genoemd. Er is ook genoemd jongerentalent. Er is ook een groot deel die zegt, wij willen een rallybuurt worden. Heel veel kerken naast elkaar. En laten we daar onze wijkeconomie op bouwen. Het heeft wel zin om iets te nemen. Als je van alles een klein beetje neemt, dan word je uiteindelijk een Almere. En ik wil nu vertellen, er is al een Almere. Dus Almere worden, dat is niet, denk ik, de ambitie die we hebben. Want anders gaan we allemaal naar het gemiddelde toe. Wij zijn echt iets moois. Maar dan heeft het wel zin, het soort woningen, de wijkeconomie, de voorzieningen, op elkaar te laten aansluiten. En als je een seniorenbuurt wordt, betekent niet dat je geen jongeren hebt. En als je een jongerentalentbuurt wordt, betekent niet dat je geen senioren hebt. Maar het gaat wel om die focus. En daarom wil ik jullie eigenlijk weer een poll geven. Of jullie, even kijken, dan moet ik deze weer even weg. Ik hoop dat ik nu inderdaad de goede heb. Maar nu moeten mijn ogen wel heel erg. Is dat deze? Wat voor soort, waar moeten wij een wijkeconomie op gaan bouwen volgens jullie? What kind of economy should we, what should we base our economy? On the transition to a metro, to the city, senioren, religious neighborhood, jongeren talent, youth talent, or if you have other ideas, type them in the chat and then Zoe will pick it up from the chat, all the ideas that are in the chat. Je mag maar één antwoord geven. Alles behalve een PNR, zie ik Ellen zeggen. Nee, eens. Oké. Voor mij staat die inmiddels op een klein beetje. Zoe, jij pakt de ding uit de chat op, hè? Ja, doe ik. Maak al screenshots. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ik zie dat van de opties hier. Maar ik weet niet of het goed gaat met het versturen. Ik ook niet. Als je nog een submit-button onderin hebt, dan gaat het niet goed.
Oké. Nu even iets heel anders. Een van de dingen waar we de afgelopen tijd erg mee bezig zijn geweest is, we zijn echt met iets anders bezig dan alleen een plein. Kunnen we samen een buurt bouwen? Daar hebben we ons behoorlijk mee bezig gehouden. Wat we zien is dat in een normale stakeholder situatie gebeurt het volgende. Er zijn mensen die een hoog belang hebben en mensen die een laag belang hebben. Er zijn ook mensen die veel invloed hebben en er zijn mensen die weinig invloed hebben. Wat er nu in de traditionele stakeholderanalyse gebeurt, is dat de belanghebbenden die veel belang hebben en veel invloed hebben, dat die vertroeteld worden. En dat degenen die veel belang hebben, maar weinig invloed hebben, eigenlijk op de hoogte worden gehouden, maar dankjewel, verder niet zo belangrijk. Wat wij nu proberen te doen, is iets anders. Dat is iedereen die belang heeft in deze buurt, ook mee te nemen hierin. Dus dat is echt anders dan een traditioneel participatietraining. Wat betekent dat wij, als we kijken bijvoorbeeld naar die adviescommissie, hoe die tot stand is gekomen bij Wijde Blik, dan zie je dat toen die de eerste keer werd opgezet, toen hebben zich 40 mensen aangemeld. Van die 40 mensen kwamen er 10 uit Kleiburg en 0 uit Kruidberg. Dat is helemaal niet omdat Kleiburg slechte mensen zijn. Integendeel, top, die participeren zich geweldig. Maar wat er wel gebeurt, is dat participeren kennelijk niet werkt op die manier voor mensen in die sociale huurflat. Nou, wat wij nu proberen te doen in dit traject, is te zeggen, ja, we gaan hengelen. Maar als we gaan hengelen, dan moeten we voorkomen dat we alleen hengelen daar waar de krachtige bewoners uit de buurt naar voren komen, maar ook de kwetsbare bewoners. Maar dan heb je een andere hengel nodig. Sterker nog, soms moet je niet gaan hengelen, maar we hebben daar een model voor, inclusieve opbouwparticipatie. Je moet ook naar de mensen toe, je moet ze opzoeken. Je moet groepen gaan breed luisteren, ook naar verschillende groepen. Ook hun helpen zichzelf te organiseren en steeds heel transparant. Nou, dit proberen we op dit moment in dit traject ook te doen. Dat zal nooit helemaal 100% goed gaan. Maar we hopen dat we meer horen. En we hebben al heel veel gehoord in het voortraject. Maar wat we merken is dat we daar echt nog additioneel bij horen. Dus de afgelopen zomer hebben we heel veel bewoners nog gehoord. Op barbecues, op andere sessies. We hebben ook inmiddels afgelopen tijd een heel mooi team van ambtenaren bij elkaar gekregen. En even kijken, was Harry al online gekomen? Zeker, ik ben er. Hoor je mij? Harry, welkom. Dankjewel. Misschien kun jij even, dan stop ik even de share, ook even iets zeggen als welkom als grote trekker van dit traject. Jezelf even voorstellen. Nou, mensen. Nou, veel van jullie ken ik al. Mijn naam is Arlien, ik ben de projectmanager van de gemeente. Ik doe dat natuurlijk niet alleen. Dat doen we samen met een team van ambtenaren. Daar zagen jullie net een aantal gezichten al voorbij. Maar we hebben hier Gert-Jan, onze stedenbouwer. Gert-Jan, zwaai eens even. Goedenavond allemaal. Kijk, dat is onze stedenbouwer sinds kort in ons team. We hebben Sjoel Pollard, die staat daar rechtsboven in het plaatje. Jullie al wel bekend, draait al een aantal jaartjes mee in de planvorming. Kenneth Brammelo is onze projectleider sociaal. Die zorgt voor de sociale aantakking. We hebben Jan van der Vliet, is onze planoloog. Alles over juridische procedures, vergunningen, et cetera. We hebben Marjolein Schoeman, alles over grondzaken, geld. Tenders, dus het aanbesteden van grond. Hoe gaan we met de markt om? Nou, ik zelf ziet u mij aan de linkerkant daar. De stagiaires, die kennen jullie ook. En rechtsonder zit ook nog een nieuwe collega van ons, Ruan Alivihare, is een hele ervaren ontwerper die we er speciaal bij gevraagd hebben om zijn kennis en ervaring van het maken van pleinen in de afgelopen jaren in deze stad. Dus die heeft ons team versterkt. Nou, met dit ambtenarenteam staan wij ten dienste van jullie als buurt. Dat doen we een beetje anders dan normaal. Ja, dus de buurt stuurt en wij faciliteren jullie. Dat is de aanpak zoals we die nu proberen in dit traject. Dankjewel, Harry. Heeft iemand speciaal vragen voor Harry in dit stadium? Dan steek even een hand op als je wil. Anders gaan we naar het volgende stuk. Ja, ik zie Ria. Ria, ga je gang. Hi, Harry. Hallo, Ria.
Ik heb je Wouter niet horen noemen. Is hij niet meer gekoppeld aan jullie team? Zeker wel, maar hij werkt niet meer voor de gemeente Amsterdam. Dus hij uiteraard, oké. Okay. Vanuit voor de K-buurt, maar niet als ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Ja, oké. Okay. Dankjewel. He made the transition, ja. Het is wel mooi, hij kent de brug, hè? Hij kent beide werelden. Hij kent de gemeente en hij kent de buurt. Ja. Nou, dus deze zomer zijn we nog eens wat extra stemmen gaan halen. En alles moet veilig zijn. En een grote draaimolen. Ja. Hoe kom ik nu uit deze? Zo. Even kijken. Ja. Ja. Wat we ook ophalen. Deze. Ria, jij was net al online. Misschien kun jij wat vertellen, Ria, over Women Make the City. Een van de dingen die wij ook onvoldoende volgens mij op het traject in beeld hadden is het vrouwelijke deel van de buurt. En hoe dat mee kan fietsen op dit traject. Ria, kun jij iets vertellen over waar jij mee bezig bent? Ja, vanuit Women Make the City en sinds kort ook Women Make Southeast, zijn we heel specifiek vanuit het vrouwelijk perspectief aan het kijken naar gebiedsontwikkeling. En dat doen we vanuit de Just City Index. En ja, eigenlijk gaat het erom dat vrouwen hebben een multidimensioneel, multiperspectief, hè, verschillende invalshoeken, om het maar zo te zeggen. Maar het blijkt ook dat vrouwen in hun zienswijze ook, behalve dat ze hele praktische dingen heel fijn vinden, zoals een goede, schone, openbare toiletten, vooral als ze zwanger zijn, vinden ze het ook wel fijn om mee te denken aan hoe je de buurt zo inclusief mogelijk maakt. Hoe je de buurt zo toegankelijk mogelijk maakt voor iedereen. Hoe je de buurt maakt tot een plaats waar iedereen erbij wil horen. Hoe je de buurt maakt tot een plaats waar mensen wat te zeggen hebben. Dat ze ook mee kunnen creëren. Dat de buurt is een plaats waar mensen zich veilig voelen. En zo kan ik nog een heleboel andere dingen noemen. De Just City Index gaat uit van die 12 universele waarden. En vanuit die waarden kijken we dus naar hoe je de buurt zodanig kan maken dat je eigenlijk als je gaat kijken naar die plannen en je houdt die Just City Index ernaast, dat je kan zeggen, we bouwen aan een rechtvaardig deel van de stad of we bouwen aan een rechtvaardige buurt. En daar eigenlijk is wat we willen, want we willen dat iedereen erbij hoort. We willen dat er geen gentrification is. We willen geen segregatie. Hè? Dus dat er twee verschillende groepen tegenover elkaar komen te staan. Of meerdere groepen tegenover elkaar. Het is belangrijk om te verbinden. En zo zal ik ook vanuit dat perspectief de komende tijd ook deze plannen ook proberen. Meer, zeg maar, allemaal van die elementen erin terugzoeken en ja, kijken hoe dat steeds beter en beter kan worden. Zodat we inderdaad die mooie, prettige samenleving kunnen creëren die inclusief is voor iedereen. Maar Ria, misschien even onderbrekend. Ja. Jij bent ook aangehaakt in een groter traject dat heet Women Make the City in de grotere stad. Ja. En daarmee heb jij een brugfunctie om wat daar een inzicht wordt ontwikkeld, ook hier weer te kunnen laten landen, zodat wij daar ook weer op kunnen meeliften. Correct? Dat klopt, ja. We zijn daar bezig met de omgevingsvisie van 2050. En die omgevingsvisie, dat heeft ook een heel erg mooi onderdeel, de inclusieve stad en daaraan gekoppeld het stad maken. En daarin hebben we ook ervoor gezorgd dat dat het heel belangrijk is dat eigenaarschap van bewoners en buurten, het zelf kunnen maken van buurten zoals we dat hier doen in dit mooi deel van de stad, dat ook steeds meer overal een normale zaak gaat worden. Dankjewel, heel fijn. Super. Ik ga door naar andere dingen die we afgelopen tijd is opgevallen. En dan wil ik even, hij kon er vandaag niet bij zijn, want hij is in Ghana. Maar dit is een van de, hieronder. Places to go like African kitchen, we have goat bowls, we have water food, and also we have some, you know, a bit small places that we also have fun, like
I mean, this barbecue is also fun, you know, so we are united. It doesn't like matter. Gathering. Yeah, gathering, yeah, I understand, yeah. Dit is ook een belangrijk onderdeel van de K-buurt. En dan wil ik dit graag laten horen. Dit was afgelopen week. Wij doen af en toe nu vrijdag zogenaamde buurtpitches. En Henk die is langsgekomen. En die zei onder andere dit. Ja, wij hadden het idee toen wij de verkenningsronde deden over dit proces van het K-midden. Dat een aantal mensen onvoldoende gehoord waren die echt hele goede ideeën hebben. En Henk is er daar één van. Dus dat heeft ons ook reden geweest om Henk apart in het proces in te schrijven. Om te kijken van wat is het dat Henk in zijn gedachten en zijn jarenlange ervaring meedraagt. Waar de buurt baat bij kan hebben. Zodat het goed mee kan in dit hele proces. Belangrijk is dat wij het concept van woon- en straatwijk naar kanswijk. Dat is een soort transitie. Meer bruis. Meer economisch en sociaal bruis. Ik zou graag meer keur willen. Die zijn een prijzen variant. Dus gekoppeld nu doe je ook voor jongeren. Dankjewel, Henk. Wat ik wil zeggen ermee is, er is best wel een breed gedragen gevoel voor meer bruis in de buurt. En die bruiswens bestaat al heel lang. De vraag is wel hoe. Henk zei net de jongeren. Nou, de jongeren komen niet zo vaak naar dit soort meetings, maar ook wij zijn apart naar de jongeren toegegaan. Dit is een klein stukje uit een podcast die we hebben gemaakt met de jongeren over het K-midden. Dat is ook de reden dat ik hier zit. Ik wil graag een zeggen over het aandeel van de toekomst. Als ik het kan, dan wil ik daar. Als je kijkt naar de buurt van de toekomst, hè, dan wil ik dat. Niet die onderdeel. Nee. Wat is je wens? Mijn wens is gewoon ja, dat we gewoon nog steeds gewoon ruimte hebben. Om jij gewoon zeg maar fixen. Ja. Maar moet je rustig zonder blijven? Heel wat moet er bij de rust op zijn? Of moet dat juist? Ja, maar gewoon de mensen die nu in survival zitten, mensen die het moeilijk hebben. Ja, dat wat je moet ze zo een stukje. Dingen meemaken om te zijn die je bent. Ja, je moet kunnen overleven op straat. Als je het vergeten. En dat kan je ook niet weghalen, want niet iedereen is tevreden. Ja. Niet iedereen is even ding. Dus op het moment dat iemand iets niet kan krijgen, gaat hij komen om te doen. En ik vind dat ook wel belangrijk. Het is gewoon survivalen. Ja. En dat is wat je moet doen. Ja. Dat is een toekomst. Wat is je angst? Heb je angst voor de toekomst? Ik ben bang dat ik bang ben in nieuwe woningen. Ja. Dat ik zo goed als ik nu ben, dat ik helemaal niet zo heel erg gelijk kan doen. Ja. En dat is echt jammer. En ik zie het ook nog steeds gebeuren. Het is niet Oekraïne, als ik het ken, dan is het echt heel erg. Ja. Omdat ja, dat is wel echt een grootste aandacht. Gewoon helemaal conflict met zijn corona kinderen. Ja. Wat je merkt is een grote angst. En dat merken we echt heel breed van mensen. Dat ze eruit gewipt worden terwijl ze jarenlang hier wonen en terwijl het toch een geweldige buurt is, die natuurlijk beter kan. Maar dit is best een heel breed gedragen gevoel. Hi Pieter, welkom. Fijn dat je er bent, dat je hier ineens ook binnen bent gekomen. En Azam ook, welkom. Kom ik straks nog even op terug. Iets anders is dat we ook heel graag evenementen hier doen. Er is al iets heel moois, dat hoort ook bij KNS, dat is die Belma Bios. Ook daar hebben we echt een deep dive in gedaan. Wat we ook deze zomer hebben meegemaakt is bijna een oorlog tussen een aantal bewoners van Kortvoort. Nou, eigenlijk twee groepen in Kortvoort, laat ik het zo zeggen. Daar zitten de Antillianen onder de brug. En die zitten daar ja, zelfs vandaag weer in de kou. Niet omdat ze het fijn vinden om in de kou te zitten, maar omdat hun Otrabanda weg is, wat er vroeger was als hun plek. Maar er zijn omwonenden die hebben daar overlast van.
dan kun je oorlog gaan voeren met elkaar. Wat wij hebben gedaan deze zomer, we hebben een co-creatietafel neergezet en het is gelukt om ze met elkaar in gesprek te laten gaan. En wat wij nu proberen te doen, is in plaats van alleen maar dat we met elkaar de honkbalknuppel op de hoofd slaan, wat wij merken is, kunnen we een belangencoalitie eigenlijk smeden. Want er is voor allebei deze groepen het belang dat er een nieuw soort Otra Banda komt. En een van de grote inzichten en visie voor deze buurt is dat wij eigenlijk als Nederland gemigreerd zijn naar een land waar heel veel geïntegreerd moet worden. En dat is ook heel goed. Maar waarbij eigenlijk groepen niet meer hun eigen plek mogen hebben. En wat je merkt in deze buurt, misschien wat minder bij de jongeren, maar zeker bij de oudere generatie, is toch een grote behoefte om een eigen plek te hebben. En ik denk dat wij in dit traject, in deze multiculturele buurt, daar ook echt een lans voor moeten breken. Dat mensen een eigen plek kunnen en mogen hebben. Als ze tot in de tenen in de kou zitten te dominoën, dan laat dat wel zien wat voor behoefte er is. Laten we dat omarmen en laten we deze groepen ook een plek geven. En dat kan zo simpel zijn als straks aan het plein een buurthuis met aparte ingangen, trappen het plein op en iedereen een eigen plek waar ze en samen, maar ook even onder zichzelf. Nou, dat is denk ik een van de grote dingen die met die visie van de buurt, kunnen wij een multiculturele buurt zijn waar iedereen ook een plekje heeft. Nou, dat en nog veel meer staat allemaal in de map extra info. En ik ga die map niet helemaal door, maar dit geeft een idee van alle extra info die wij aan het ophalen zijn. Hier staat hier ook bijvoorbeeld Jenny van Dalen met haar prachtige presentatie over haar seniorenzorgcomplex. Wat we van de jongeren van de buurt ophalen. Ook Mario die er al was, maar die kwam helaas niet aan de microfoon met haar Kraaienest Village. Een prachtig idee om allemaal winkeltjes te maken. Maar ook wat we met het metrostation willen doen. Maar ook een member garage campering. En zo zijn we echt heel veel extra informatie aan het ophalen. Waar we achter komen is dat we een aantal grote issues hebben. Staand beleid is dus om niet aparte groepen te faciliteren. Het vroegere FICAS is dicht. Dat is nu wijkcentrum Kormelink voor alle groepen. Otra Banda is er niet meer. Eigenlijk willen we dat een stukje terugdraaien. Een andere grote issue is, we willen allemaal extra geld voor voorzieningen. Nou, dat is die pitch naar de gemeenteraad. En dan is er nog één. Hoeveel leven kan er zijn in deze buurt? Geluid is een issue. De ene helft die klaagt en de andere helft die klaagt dat de andere helft klaagt. En zo klagen we allemaal over elkaar. Dat heeft ook met het veiligheidsgevoel te maken. Het heeft ook met schoon, heel en veilig te maken. Maar waar je tegenaan loopt is dat samenleven in een multiculturele buurt. De vraag die iedereen zich stelt is, waarom is niet iedereen zoals ik? Ja, als iedereen zoals ik was, was het ook niet zo'n gezellige buurt en multicultureel. Maar toch is het heel erg lastig werken. Je merkt dat er mensen zijn, en dit is een soort, ja, uit onderzoek, dat heet het motivation model. Er zijn de zogenaamde plichtsgetrouwen, er zijn structuurzoekers, er zijn leefgeoriënteerden, er zijn statusbewust. Iedereen heeft een andere insteek. Als je kijkt naar dit plaatje van de metrobaan, dan zien sommigen hier een hele fijne plek, want lekker leeg. En anderen zien een gruwel, want leeg, wat zonde van die openbare ruimte. Het is maar net welke levensinstelling je hebt. Maar kunnen we daar toch samen mee wat in die buurt? Wat ik heb gemerkt afgelopen zomer, is dat de een ziet vieze mannen die niets doen met allemaal criminele intenties. En die andere, aan de andere kant, diezelfde man, die zegt, ik zie nieuwe bewoners die ons en onze manier van leven wegdrukken. Wij waren hier al een tijdje met die barbecue. En dat botst. Nou, wat wij willen proberen te doen, dat hebben we deze zomer ook geprobeerd. Kan iemand weer muten? Ik ga even muten, want iemand zit nog in de... Ja. Er werd gezegd over die mannen onder de barbecue, onder de metrobaan, dat ze allemaal vieze mannen waren. Dat staat zelfs op Facebook. We zijn een experiment aangegaan. Deze mensen zijn ook zelf gaan opruimen. Die willen helemaal niet in de troep. We hebben ze vuilniszakken gegeven. En ja, we hebben een community cleanup program kunnen. Het is gelukt. Mensen willen wel voor elkaar en voor die buurt gaan zorgen. Mensen zijn anders, maar alle mensen willen op zich in deze buurt samenleven. Voor dat geluid, wat we zien, is dat we iets moeten met dat geluid. En nu probeer ik iets te doen. Ik weet niet of dit gaat lukken. Ja. Nee, kijk.
Yes. Even pakken. Kunnen jullie mijn pen zien? Iemand, even kijken, iemand unmuten. Waar moet ik je pen zien? Ik zag je pen. Ja? Ja. 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 Okay. Ja. Okay. Inderdaad, ja. Ja. Wat we nu proberen te doen met dat geluid, is dat we kijken van, kan er een akoestische bubbel komen rondom dat plein, met een akoestische barrière, dat er wel geluid kan zijn? We zien eigenlijk drie soorten plekken in die buurt. We zien het centrale plein rondom de metro. We zien een soort tweede longdeel, zal ik maar zeggen, van die markt, waar af en toe wat is. En dan zien we nog een plek hierboven. Wat we nu willen proberen te doen, is dat we zeggen, nou, laten we zorgen dat het hieromheen allemaal rustig kan zijn, door dingen te concentreren met een handhavingsblauwdruk op dat plein. En kunnen we dan akoestische oplossingen vinden om daar wat meer rumoer te kunnen maken dan normaal. Dus daar zijn we heel actief mee bezig. Dat gaan we ook zo even laten zien hoe we dat doen. Maar er is nog wat anders. We kunnen natuurlijk alles in de fysieke ding, maar kunnen we niet met elkaar ook een soort leefcode afspreken? En ik weet hem nog niet, het is maar een voorstel, maar ik zou er sterk voor pleiten en ik zou een traject in willen gaan met elkaar van ja, leven op straat is fijn, dat moet ook kunnen, want één zegt, oh mijn god, zodra die barbecue er komt, dan willen ze ongebreideld altijd maar. En die ander die die barbecue neerzet, die wil helemaal niet ongebreideld altijd maar. Die wil ook best wel om 10 uur opruimen. Maar die denkt dat hij helemaal geen barbecue mag zetten. Nou, als we met elkaar nu een paar afspraken kunnen maken. Van, het is fijn, maar waar en tot hoe laat? Maar ook, hoe houden we het samen schoon? Maar kunnen we ook tot een ander veiligheidssysteem komen in deze buurt, die anders is dan elkaar van de buurt wegwensen? Er staat geen bankje in de openbare ruimte. De bankjes die we hebben neergezet als experiment worden bijna weggehaald door handhaving. Dat kun je ze niet kwalijk nemen. Maar we zijn wel bezig met een vergunningentraject. Omdat wij denken dat we naar een ander systeem van veiligheid kunnen. Naar een systeem met ogen op straat. In plaats van iedereen om 6 uur achter de voordeur. Ik weet niet of dit een goed idee is. Ik wil het jullie vragen weer via een poll. Want dit is niet de code. Maar de grote vraag is, moeten we met elkaar naar een soort community agreement toe, waarin we dus naar een soort community agreement om met elkaar in deze buurt te kunnen leven. Ik hoop dat jullie de poll zien. En ik zou hopen dat dat ook eigenlijk als achterlating van dit K-Midden-traject een extra ding is wat deze buurt bijzonder gaat maken. En wederom dat we hier niet alleen een plein bouwen, maar dat we een buurt bouwen met elkaar. En als jullie ideeën hebben over wat erin moet zitten, zet het nu in de chat. Dan als je dingen in de chat zet die erin zouden moeten, als je ideeën hebt, dan pakt Zoe dat op en dan kunnen we dat later weer gebruiken. Mike? Ja, ga je gang. Ik vind het een hele interessante discussie deze. En te meer omdat ik ook zoiets heb van, ja, leef en laat leven. Maar de discussie laat zich niet zo makkelijk reduceren tot iets kleins. Want het ligt er een beetje aan hoe de dynamiek in de wijk is. Feit is dat meeste mensen, en als ze bijvoorbeeld ook kinderen hebben, toch zeg maar een betaalde baan hebben en dan een bepaalde tijd 's ochtends op moeten staan, daardoor dus ook een bepaalde tijd naar bed gaan. Als zij kinderen hebben, gaan ze vaak nog, moeten vaak eerder in de omgeving stil zijn, omdat de kinderen ook eerder naar bed gaan. Terwijl mensen die er bijvoorbeeld geen kinderen hebben, als er bijvoorbeeld veel jonge lui in de buurt zijn, die hebben iets van, ja, hallo, waarom moet het om 8 uur stil zijn? Dus de regels in de buurt zijn heel erg afhankelijk van de dynamiek van de demografie die daar in een buurt woont. Ja. Dus tegelijkertijd zeg ik van, ja, tuurlijk, er moet vrijheid zijn voor iedereen. Maar misschien dat we inderdaad bepaalde delen in de wijk zo kunnen inrichten dat die meer vrijheid geven aan groepen die dat zoeken. Dus zij het inderdaad wat jij voorstelt met een bepaalde akoestische muur of om wat zorgt dat de geluid niet te veel doorgalmt.
Terwijl tegelijkertijd echt de traditionele woonwijken, waarvan je gewoon weet dat ja, de huizen met tuintjes, je weet gewoon dat daar de gezinnen met kinderen wonen. Ja, daarbij is het natuurlijk niet reëel om daar hangplekken te realiseren waar mensen tot 12 uur of tot 3 uur in de ochtend kunnen hangen. Want je weet gewoon dat daar de mensen wonen die de volgende ochtend gewoon om 8 uur de wekker of 7 uur de wekker bestaan. Klopt, ja. Dus ik vind het een hele interessante discussie, maar we moeten inderdaad goed met elkaar kijken. Wat zijn nou de stukken waar we de vrijheid kunnen zoeken en waar, ja, het klinkt misschien heel truttig, maar ja, als je werk om 7 uur gaat, dan zoek je die truttigheid toch echt. Klopt, ja. En ik hoor even terug te komen hier. Als je weer kijkt naar dit plaatje, en dan ga ik hem eventjes, even kijken, uitkomen. Kijk, een van de dingen die we ook dus echt willen doen, is de activiteiten concentreren, ook de dag- en aanloopactiviteiten, naar dat plein. Dat winkelcentrum en die metrobaan is het drukst. Wat we willen voorkomen is een dood plein. Dus dat betekent ook dat hier dingen moeten zitten die druk zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat hier het oude garage campering, het idee zou kunnen zijn, oh, daar gaan we ook allemaal leuke dingen doen. Dat is doodzonde. Ten eerste wil je deze buurt rustig hebben. En ten tweede wil je ook gewoon dat plein tot bloei laten komen. Dus we willen zoveel mogelijk van die dingen die echt activiteit en loop geven, rondom dat plein gaan zetten, zodat er ook echt een gezellig centrum komt. En dan kan dit allemaal rustig blijven. Does that make sense, Arna? Ja, ik deed mijn duim omhoog. Ja, oké. Okay. Ja, prima. Ja. Dus dat. Dan. Hallo. Hallo, Mike. Hallo, who's there? This is Agnes. Please, can you mix it a little bit with the English? Sometimes I'm lost. Oh, yeah, okay. Like, yeah. We were discussing about sound and being able to put a barbecue and have nice things. And we said we should have a place to be able to do it so that other places can be more quiet. So if we concentrate it, we can handle it. But then it's also possible. We should make it impossible. We must make it possible. But we must also make a community agreement with the neighborhood and each other. It's not rules. We kunnen het niet handhaven. But that there are some sort of norms as to when and where we can party. And then we can party. Does that make sense? Okay, thank you. That's okay. Good, Mike. Yeah. Dan, plannen. From everything that we gathered, van alles wat we hebben opgehaald, hebben we al een paar grote, echte stappen gemaakt in die visie. Dat we gaan, dat zei je, dat hoorde je net ook al helemaal vanaf het begin van Henk, van monofunctionele slaapwijk naar een multifunctionele slaap-, woon- en werkwijk. Dat is echt een nieuwe visie voor deze buurt. We willen een multiculturele buurt zijn, where multicultural, where different groups can have their own place. We'll come to that later. That we have a character dat we kunnen behouden, dus geen gemiddelde Almere worden, maar kunnen we echt karakter houden. Een opstapbuurt waar de mensen beter worden en niet de buurt omdat er andere mensen naar binnen komen. Kunnen we een rol spelen in het grootstedelijk tapijt van Amsterdam als K-buurt. En wat wij denken, en dat werd net van alle opties die werden gegeven, in ieder geval als het meeste gewaardeerd. Wij denken dat er echt met de jongeren die nu een probleem worden gezien vaak. Er is hier al heel veel economische activiteit in studiootjes, in videoopnames. Er zet heel veel cultureel talent. Wij denken dat er een wijkeconomie op te bouwen is. Dat is eventjes voorlopig eerste insteken voor een visie voor de buurt. Dan een stedenbouwkundig plan. Dat is meer een uitwerking van de fysieke kant. Vergeet je dit even te vertalen voor de mensen? Snel even. Ja, ja, ik ga niet alles vertalen. Sorry. Even kijken. Ja. Ik kom straks op deze punten terug van die we al voorlopig zouden hebben voor als onderdelen. Maar even over dat geluid. Wat je hier ziet is een geluidstechnicus, een sessie die apart bezig is, daar zijn we over bezig, over hoe dan zo'n akoestische bubbel, op wat voor manieren, welke ondergronden, wat dat dan kan zijn en hoe dat dan kan gebeuren. Dat hebben we net gedaan. Ruwan, die openbare ruimteontwerper, die is ook heel erg geweldig bezig. Die maakt al eerste schetsen van wat voor gebouwen dat dan zijn
en hoe dat dan fysiek zou kunnen zijn in die openbare ruimte. Wat je hier ook ziet is helemaal bovenin, je ziet hier het metrostation, naar het idee van Henk, een uitzichttoren over de Bijlmer Museum heen. Oh, die kan kijken, je ziet dat hierboven, een uitkijktoren. Dus daar zijn we al mee bezig. Er zijn windstudies gedaan, die laten zien dat er best wel veel wind kan komen op dat plein en waar dat vandaan kan komen. Dat betekent dus dat we die windbrekers ook moeten gaan inbouwen. Dat we de hoogte in moeten op garage Kempering, voor een voormalig garage Kempering. En in ieder geval ook vanaf de kant van Koningshoef, dat daar een goede windbreker moet komen. En er is altijd die ontzettende fuik daar tussen Kruidberg en Chameleon. Of we daar wat mee kunnen doen, weten we niet. Maar het is in ieder geval wel bepalend voor wat we doen. En wat overigens interessant is hierin, we hebben waarschijnlijk meer graden van vrijheid. Want het medisch centrum zou zomaar misschien weg kunnen. We hebben gesproken met het medisch centrum. Die wil het best opgaan in de nieuwe bebouwing. Dat zou veel meer graden van vrijheid geven om de hele buurt op de schop te nemen en een prachtig centrum te maken. Dus ook dat zou winst zijn. De vraag is wel, wat zijn de centjes en staat de gemeenteraad dat toe? Een ander issue is de schaduw. Nou, ik noemde al die enorme pilaar die op Chameleon staat. We really have an issue with the shadow. The shadow on the square in the summer is too much. So Ruben, the designer, came up with an amazing idea. So I'm wondering what you think. He came up with the idea, what if we place a building that reflects light, and it's so much light that actually the reflection gives sunshine and positivity on the square. So this is another major development that I think you should know about that can be really nice, something special for Kraaiennest, that we catch the sun and reuse it. En het andere blijft natuurlijk het geheelde hart. Hoe maken wij van wat nu een damwand is op het plein, een prachtig metrostation fysiek, maar sociaal een ramp, een stairway from heaven. Kunnen we dat metrostation een stuk terugbrengen, zodat alleen de roltrap overblijft, en dat we die twee helften weer aan elkaar kunnen knopen, de markt weer rondom de metro komt, en we één geheel hebben van dat plein. Dan heeft Ruan ook drie soorten voor de openbare ruimte gemaakt. En ik ga jullie straks vragen ook om te kiezen. Er zijn drie grootste soorten lijnen van openbare ruimte. Een stedelijk park, wat heel veel functies heeft. Heel veel groen, maar wel een soort rode draad door dat groen. Maar het is vooral ruimte. Een zogenaamd stadsplein, wat vooral gevels om heen heeft. Wat vooral verharding heeft als steen, et cetera. En een beslotenheid en intimiteit. En dan zit er tussen die twee in iets dat heet een eventsplein. En daar is zowel ruimte voor spontane activiteiten, maar ook verharding die geprogrammeerd kan worden. En wat ik jullie nu wil vragen met deze drie, is om weer een poll te doen welke van deze drie jullie het meest aanspreekt. Even naar de polls. So the question is, which of these three parks or spaces you like the best? En nu hoop ik dat ik de goede... Nee, dat is niet die. Ja. Yes. Do you like stedelijk park, eventsplein of een stadsplein? Mike, ik vind het zelf een beetje te snel gaan, want ik vind die plaatjes ook iets te kort getoond. Snap ik, oké. Wat zullen we doen? Wil je dat nog even laten zien weer terug? Zou ik wel fijn vinden. Ja, doe ik. Ik zet hem even op end. Ik doe straks weer relaunch. Dan ga ik even terug naar David. Ja. Kun je hem zo zien? Stedelijk park. Stadsplein. Het gaat niet goed. Je bent nu bij Eventsplein en die eerste zagen we niet. Het zijn een beetje grote plaatjes, dus het duurt even wat langer om te laden, denk ik. Ik zet nu in verbinding. Ik zit nu met Stedelijk Park. Bij de eerste ben ik aan het showen. Dan een stadsplein.
Hoor je mij, Michael? Ik hoor je, Mario. Ja, geweldig. Oké. Over dit plein en stedelijke. Ja, het trekt mij allemaal. We hebben allemaal wel iets wat aanspreekt. Maar educatief, dat kan ook heel veel omvatten. Dat lijkt mij nog het beste. Hoe sta je daar tegenover? Educatief? Ja, educatief kan ook, maar dat is niet een inrichtingsvorm. Dit is echt een inrichtingsvorm voor een plein. Wat je vervolgens doet aan activiteiten, kan educatief zijn, of sport, dat kan allemaal in die activiteiten. Maar als je alleen maar groen hebt, wordt het heel moeilijk. En als je verhard hebt, dan kun je vooral dingen doen die op een verharde ondergrond zijn. Zoals een evenement of zo. Ja. Oké. Okay. En Maarten, ik heb ze hier even naast elkaar gezet. Helpt dat, Maarten? Ja, maar ik ben ook met de andere opmerking mee eens. Het heeft allemaal wel wat. Oké. Okay. Je moet nog extra... Wat Mario zegt inderdaad, Mike. Het kan inderdaad wel beide zijn. We zeggen een stedelijk park. Een goed voorbeeld daarvan is toch wel Park de Gagel in Utrecht. Wat toch wel een beetje de sfeer heeft van een stedelijk park. Maar wat zeker een educatieve functie heeft. Omdat het ook een kinderboerderij heeft. En ook echt specifieke natuurwaarden. En waar dus inderdaad ook jongeren uit de buurt... Dus uit de wijk Overvecht ook les krijgen en meer informatie krijgen over het belang van natuurwaarde. Dus zeker een stedelijk park kan zeker ook educatieve waarde hebben. Hallo. Dat zeker. Ja. Dat zeker. En dat onderste, die stadsplein, ik denk dat dat nogal massaal is, nogal groot is. En het blijft een beetje een open plek houden. En dat evenementsplein, of educatief, met dat stedelijke... Ja, dat is inderdaad, als het een combinatie is, is het best leuk. Dat stedelijke park bovenaan links, daar zie je een soort waterloop. Ik weet dat van Hogeveen, daar hebben ze ook door de hele Hoofdstraat, hebben ze zo eens lopen. En dat trekt wel. Dank je, Mario. Dus eigenlijk is het een combinatie van boven de twee. En dan met name dus dat Grijnes Village in mijn gedachten. Zit ik zo aan educatieve te denken? Ja. Wat ook natuurlijk heel gezellig kan zijn. Maar dat is aan de rand van het plein. Dus. Ja. Ik kijk even of er nog meer mensen bij komen. 37% heeft nu gestemd. Mike, ik heb een vraagje. Is het eigenlijk niet ook dat je een soort gradiënt zou kunnen maken? Hè? Want je hebt dus die geluidsbubbel. Dat is misschien meer een evenementenplein of een stadsplein. Maar meer naar de rand toe, meer richting het Bijlmer Museum bijvoorbeeld, bij die sportvelden, dan ga je meer richting een soort stadspark of zo. Is dat ook niet iets wat mogelijk zou kunnen zijn? Absoluut. Ja, dat was eigenlijk in die vorige sessie, toen met Bij je Blik ook al, hè? Zo'n gelaagde opbouw, zou ik maar zeggen. Weet je nog? Ja, Mike, vandaar vind ik het een beetje te zwart-wit met de keuzes. Ik ben ook meer voor iets gemengd. Oké, okay. Goeie feedback, mensen. Dankjewel. Mike, ben jij toevallig op City Plaza geweest, Nieuwegein? Nee. Oh, want ons dagelijks bestuur was toevallig op een soort van studietripje zijn ze in Nieuwegein geweest. Zou voor de geiners, als je een keer in de buurt van Nieuwegein bent, zou je daar eens kunnen kijken of een soort van case study kunnen doen. Want Plaza Nieuwegein was echt, het was vergelijkbaar met een begraafplaats. Ik bedoel, je zou er nog niet dood gevonden willen worden. En hoe ze om weten te turnen tot echt een plein, is echt bizar mooi geworden. Oké, nou gaan we kijken als Kees, dank je. Ja, oké, ik stop de pol. Kan ik wat zeggen? Ja, Henk, ga je gang. Ja, eigenlijk hebben we drie pleinen nodig. Hè? We hebben natuurlijk een wekelijks marktplein. Ja. En de marktmensen willen nog wel een extra dag komen hier. Ja. We hebben een ontmoetingsplein nodig. En we hebben een evenementenplein nodig. Maar die evenementen zijn niet zo veel in aantal. Klopt. Vandaar dat we die verschillende longen hebben bedacht. Dus we hebben het centrale plein rondom de metro. En we hebben natuurlijk naar achter een hele uitbreidruimte die veel meer incidenteel gebruikt kan worden. Maar als een soort tweede long gebruikt kan worden. Maar ja, je kunt van dat ontmoetingsplein zou vooral in de zon moeten zijn, weet je. In de zon, hè? Ja. Een viskraam kan wel in de schaduw staan. Maar als je een lekker even wilt zitten ergens tot 's avonds laat, dan moet je nog lang van de zon kunnen genieten. En eventueel de terrassen aanpassen en verplaatsen of zo.
Ja. Hangt een beetje van de wind en de zon en zo af. Mag ik ook even wat zeggen? Ga je gang. Wie ben je? Ja. Ik denk dat het ook heel moeilijk is om tussen deze drie dingen te kiezen. Omdat ze eigenlijk iedereen wel wat aanspreekt. En ik denk dat er een combinatie gemaakt zou moeten worden van alle drie ontwerpen. Zodat het ook multicultureel blijft. En dat iedereen die eigenlijk hier is, daar ook gebruik van kan maken. En dat iedereen zich op zijn plek voelt. Maar als je van eentje een ontwerp gaat maken, dan voelt de ander zich weer buitengesloten. En dat is nou juist wat we niet willen. Klopt, dat sowieso niet. Nee. Oké. Okay. Hartstikke goed, Astrid, dank je. Ja. Dan is nog iets anders. Dat zijn voorzieningen. We zijn ook aan het bijpraten met de gemeente over, ja, we krijgen nieuwe woningen. Daar horen ook voorzieningen bij. Nu kun je niet een 0,1 school gaan bouwen. Dus dat wordt een afweging tussen waar is al school, et cetera. Wat je hier ziet, is wat op basis van 1000 woningen aan voorzieningen extra de wijk in zou kunnen. Dat betekent niet dat we niet nog meer extra willen. Wat je ook ziet is wat er in rood staat, dat wordt door de commercie geleverd. En wat er in groen staat, wordt door de gemeente geleverd. Dus je ziet bijvoorbeeld als basisvoorziening een jongerencentrum. Dat is het jongerencentrum, waar straks Astrid nog wat over gaat vertellen. En een huis van de wijk, denk daar een buurtcentrum voor. Wat gewoon weer terug kan komen. Maar dat mag wel wat groter gaan worden. Omdat we ook meer woningen krijgen, kunnen we een groter buurthuis krijgen. En zo moeten deze voorzieningen ook gaan landen in de wijk. Wat de gemeente nu graag zou willen vragen van ons, is eigenlijk dit in 4 groepen te zien. Jongeren- en talentontwikkeling, gezinsvoorzieningen, woonzorg en loopbaanontwikkeling. En wat voor faciliteiten wij daar dan in zouden willen. Maar ook groepen uit de buurt die zich daarmee bezighouden. Want er zijn al heel veel groepen die allerlei activiteiten hiervoor hebben, dat bundelt. En dat met die voorzieningen aan de gang gaat. Het is niet iets wat we vandaag gaan starten. Maar ik wil wel even gewoon testen. I want to test. We want to have involvement in the community services that we're going to provide. And see if people would be willing to participate in crafting that. So that we really get just that it fits the neighborhood. En nu moet ik even kijken of de pool hier. En de vraag is, gewoon om even te testen, wie van jullie zou bij welke van deze voorzieningen willen meehelpen? Er worden geen namen genoteerd, gewoon als een idee, om dit ook in de buurt te laten landen. En dat goed aan de buurt te laten aansluiten, dit soort voorzieningen. De eerste is jongeren talentontwikkeling, de tweede is gezinnen zoals kinderopvang, ouder-kindteams. De derde is verpleging, speciale woonvormen, nursing. En de laatste is social enterprise career development. Nou, dat is toch een hele mooie score, vind ik. Prachtig, mensen. Dat is prachtig. Ik ga hem stoppen over 3, 2, 1. Super. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Dan nog even terug naar het stedenbouwkundig plan. De stedenbouwkundige. What we have in there right now is footprint van de metro, smaller. That's stairway from heaven. Meer bruis in de buurt. Sociale veiligheid, akoestische bubbel, openbare toiletten op het plein, een overgangssysteem van Bijlmer Museum, dat is wat jij net ook zei, Sander, naar het Karspel Dreef, ruimte voor verschillende culturele groepen binnen en buiten Astrid zit erin, ruimte voor evenementen, niet van Henk, jij zei dat volgens mij net al. Rosita, ik weet niet of je er nog bent, maar Karspel Dreef hoeft geen boulevard te zijn, wat ooit bedacht was door ik weet niet wie, maar dat zien we niet zitten. Wel veel ruimte voor ontmoeten en flaneren. Wel veel multifunctionele buitenruimte. Dus je zou de skatebaan kunnen combineren met de evenementenlocatie. Dus zorg dat iets multifunctioneel is en vaak gebruikt, zodat er leven is. Veel ruimte voor de markt, ook van de voorzijde naar de metro. Dat even voor de openbare ruimte. Als jullie toevoegingen hebben die we vergeten zijn, zet het nu in de chat, dan pak Zoe dat op. Ga ik door naar maatschappelijke voorzieningen. We moeten sowieso het medisch centrum laten terugkomen. Een jongerencentrum, een buurthuis.
de buurtorganisatie. Wij moeten ergens een plek hebben. Een grote bijeenkomstzaal voor sport. Liefst multifunctioneel. Met ook dat er culturele uitingen kunnen zijn. En sport. We willen ook eigenlijk dat er van elke 100 woningen die gebouwd wordt, in ieder geval één een community center is. Een gemeenschapsruimte. Zoals de Bijlmer ooit bedacht is. Dat er ruimte is voor diverse culturele groepen. Dat er een jongeren talent ontwikkelinstituut de buurt in komt. Denk aan mediacollege. En denk aan winkels. Winkels vooral met een sociale inslag. Small boy, ik maar 50.000. Even kijken, ik ga weer even de mute. Somebody is talking. De mute knop indrukken. I'm saying that they give the children now. They don't catch the woman that time. Then, for the commerciële voorzieningen, the commercial enterprises. We want nice shops in the neighborhood. We willen op stand daghoreca, zonder te verjuppen. Wel iets wat bij deze buurt past. Uitzicht over het Bijlmer Museum zou prachtig zijn. Voor wat betreft wonen. Wat we denken is dat we moeten starten met ontwerpen voor de achterkant van de maatschappij. Dan komt de voorkant ook. Er moet voldoende sociale huur bij zijn. Dat hoorde je net ook van de jongeren. En de jongeren hebben deze toekomst van de buurt. We bouwen niet voor mij. Ik ben een Mike, start... mag ik wat zeggen? Wie is dit? Ja, we gaan. Rosita. Ja, Rosita, hoi. Dat van die boulevard, dat zou niet aan de Karspeldreef komen. Maar een, tussen het wegpaadje van een, tussen Koningshof dat richting Krijnes loopt. Ja. Waar die drie kale plekken auto de Krijnes stond. Ja, nou, dat ik stukje. Weet niet. Dat was in het vorige plan, wilden we daar naartoe duwen, weet ik. Maar in ieder geval de Karspeldreef, wat een baan is die gaat van nergens naar nergens, hoeft het niet te zijn. Maar er moet wel een plek zijn, dat hij zei. En ik hoor je, Rosita, dat het een mooie plek zou zijn. Maar dat moet wel in het totale plaatje passen. En daar is die openbare ruimtedesigner nu zijn hoofd over aan het breken. Ben ik daarmee helder genoeg? Ik ga het nog een keertje nalopen. Is goed. Ja? Thanks. Ja, en anders kom je naar het buurtuurtje komende donderdag. Mag ik? Naar Kleiburg? Nee, buurtuurtjes iedere donderdag in Bontekraai van 5 tot 6. Oké, maar is het dan niet te druk? Nee hoor, nee. Oké. Ja? Donderdag hè, 5? Ja, gaan we verder even kijken hoe dat kunnen. Oké, thanks. Ja. We willen in ieder geval toegankelijke woningen. En we denken ook heel erg aan schakel- en kankerwoningen. En ook het idee wat Jenny van Dalen daarin heeft betekend voor ouderenzorg. Mike, mag ik even wat vragen? Ria, ga aan. Ervaren jullie bij de plannen een spanningsveld in het aantal sociale woningen dat nog kan komen? Omdat er wordt gezegd dat er al 65% sociale woningbouw is en de norm is 40%. Hoe wordt daarmee omgegaan? Ik ben ook benieuwd naar van de mensen van de gemeente. We moeten hier nog induiken, Ria. Dit is nog onderwerp. We moeten nog een hele volumestudie maken. We staan aan het begin. Van wat zijn scenario's? En hoeveel ruimte heb je dan nodig? Hoeveel hou je over voor voorzieningen? Wat zijn de opbrengsten? Wat zijn de kosten? Dat moeten we allemaal nog maken. Dus dat kunnen we nu helaas nog niet delen, want dat hebben we nog niet. Ja, misschien in de algemene zin. Misschien nog wel goed. Kijk, we hebben natuurlijk gewoon een college wat 40-40-20 voor staat. Hè? Dat weten jullie allemaal, denk ik. Dat is 40 sociale woningbouw, 40 midden en 20 koop. Als zeg maar de K-buurt een ander voorstel heeft, dan gaan we dat voorleggen aan de politiek. Ja, zo moet je dat zien. Ja, dus als jullie nou zeggen als buurt, wij willen 100% koop of juist 100% sociale huur of alle varianten daartussen. Hè? Die passen in jullie visie op de buurt. En dan komt daar gewoon een voorstel. En dan leggen we dat voor aan de politiek. Die beslist. Toch Mike? Zo willen we aanstaken toch? Klopt. Maar we willen het wel doen op basis van een goede analyse. En een visie voor wat voor buurt. Want de voorzieningen in de buurt. En moet, de bewoners. Het moet allemaal met elkaar kunnen samenwerken. Zeker. Ja. Ja. Harry, is het misschien dan wel ook adviseerbaar om daar wel een reële verwachting neer te zetten? Want... Natuurlijk, het is goed hè, dat we een stukje de verdieping ingaan nu dat we de plannen herrijken met input vanuit de buurt. Feit is alleen wel dat daardoor de woningbouw iets wat vertraging heeft opgelopen.
Waar ik voor wil waken is, stel dat we nou een plan gaan neerleggen wat vervolgens weer afgeschoten wordt in de gemeenteraad. Ik bedoel, op het moment dat je nu een pleidooi zou doen voor 100% sociale huur, dan kan je eigenlijk al vanuit gaan dat dat afgeschoten zou worden in het college. Wat dan jammer zou zijn, want daarmee loop je weer onnodig vertraging op. Dus op het moment dat je eigenlijk vasthoudt aan de kaders waarvan je nu al weet dat ze gekend zijn, dat is dus de bestaande 40-40-20, heb je een veel reëlere kans dat de plannen van Hart van de Kamerbuurt, zoals ze dan gepresenteerd gaan worden, ook geaccepteerd zullen worden. Klopt. Is het niet misschien wel handig om daar dan toch de huidige kaders bij te respecteren? Dat kan, dat is even aan de buurt en de buurtorganisatie, denk ik. Maar er is ook een tussenweg, hè, natuurlijk. Op het moment dat wij over een maand bijvoorbeeld een beeld hebben, hè, met Hart voor de K-buurt en jullie, waar jullie heen willen, dan kunnen we natuurlijk wel even tussendoor een keertje naar het bestuur toe gaan van best bestuur. Deze buurt heeft deze ideeën. Is dit nou een onhaalbaar verhaal of niet? Weet je, dat zijn wel tussenvarianten daarin mogelijk, denk ik, om af te tasten. Ja. Hartstikke goed, Harry. Dankjewel voor de aanvulling. Mag ik even wat zeggen? Ja, ga je aan, hoor. Ja, misschien moet je toch ook proberen, en ik noem het maar even, niet voor de hand liggende keuzes te maken. Want je wil bedrijven, je wil winkels, je wil kwaliteit. Maar als je, ik zeg het even heel plat en zwart-wit, als je daar alleen 100% sociale woningbouw tegenover zet, dan is dus de vraag of die ondernemers genoeg klanditie hebben en of je die kwaliteit kan vasthouden. Dus ik denk dat je ook daar een goede analyse op moet maken van wat hebben we al in de buurt qua inkomen, winkels en noem maar op. En wat kan de kwaliteit verhogen van de buurt? Want anders zit je misschien over 10 jaar toch weer in eenzelfde soort type discussie van goh, het is toch niet geworden wat we met z'n allen bedachten. Helemaal gelijk, Hans. Dus dat is waarom we eerst die analyse willen maken voordat we verder hierover ook naar buiten gaan. We moeten eerst kijken welke scenario's. Het heeft geen zin fantastische winkels aan te trekken als niemand daar de spullen koopt. Daarom. Oké, dank je. Ja. Ja. Wat we wel denken van werken is dat we een ecosysteem moeten maken waarbij je dus met elkaar gaat samenwerken. Zowel die ondernemers als ondernemerssupport. We denken dat er een grote trekker, een enkel instituut, de buurt in zou kunnen moeten komen. Denk iets aan een mediacollege of zo. Wat echt ook daar een centrale rol in kan zijn. Het jongerencentrum kan daar de voortrekker van zijn. Het moet in ieder geval betaalbaar zijn voor startende ondernemers ook. We zien een enorme wens aan mensen om iets iconisch te hebben. Dat moet ook in het stedenbouwkundig plan terugkomen. Dat kan zijn, die metro, die is al iconisch. Veel van ons weten dat niet meer, want we zijn er zo aan gewend. Maar dat kan, daar kan omheen gebouwd worden. En dat kan ook met die Stairway from Heaven en met dat Bijlmer Museum. De architectuur kan daarin helpen. En een hele mooie die Ruben heeft bedacht is de inrit vanuit de Kromwijk Dreef. Wat eigenlijk de visite, de entrada is van onze buurt. Dat je dan, boom, een fantastisch view krijgt over het geheel. Nu is dat niet zo. Nu kijk je tegen een verloederd plein aan. Dat kan een prachtige boost zijn voor een binnenkomst en een K-buurt visitekaartje. Alle naamgevingen willen we sowieso met een K. Geen CH's meer en geen Swieties, hoe leuk het ook is. Allemaal K. En als we kijken naar bebouwing, dan zien we dat campering omhoog moet, een windbreker moet zijn. Dan zien we het kavels van het oude winkelcentrum. Dat we daar losse pots willen met een grotere hoogte in Kleiburg om meer volume te kunnen maken. Mooier maken van het metrodak is bedacht. Er moet een door de buurt goedgekeurd beeldkwaliteitsplan komen. En houtbouw is ook geopperd. Hans Mooren staat erin. Kunnen we ook voor de duurzaamheid overgaan naar houtbouw? Voor verkeer, rotondes op de Karspeldreef, in ieder geval een goede doorstroming. Fietsverbindingen verbeteren. Een grote wens is een nachtnetverbinding van de metro. Die is zeker bij de jongeren hoog op de lijst. Een kiss and ride moet er blijven zijn bij de metro. En we moeten de achterstanden op andere zaken, zoals Car2Go die hier weggeritst is, en andere, gewoon weer weg. We moeten een normale buurt zijn op vervoer en goed bereikbaar blijven. Hoe gaan we straks de woning uitgeven? Ja, we willen invloed bij de tenders. En we willen ook coöperatief bouwen mogelijk gaan maken. Zodat we zelf een aantal zaken, een aantal plots in deze buurt. We weten dat er een aantal partijen zijn die daar zelf ook het voortouw willen nemen. Geen flex wooncontracten. Mensen die hier komen wonen moeten niet over 5 jaar daarna weer de buurt uitgekiekerd worden. Mensen die hier wonen moeten kunnen binden. En wij willen dat 50% van de nieuwe woningen op de een of andere manier aan de buurtbewoners kan worden toegewezen. Zodat het zorgsysteem in de buurt de jongeren en de ouderen ook in stand blijft. Dat is even in een korte notendop
op dit moment een stedenbouwkundig plan zoals die voorlopig. En er komen vast nog punten en komma's bij en af. Maar dit is even wat we hebben staan. Ik kijk even of daar nog verder reacties zijn. Anders dan wat er al is gezegd. Is er iemand die zijn hand opsteekt? Nee, ik zie geen handen. Mike? Ja? Je bent een beetje moeilijk te verstaan, vind ik. Het kan aan mij liggen, maar je praat erg snel en ook een beetje binnensmonds. Dus, Oké. Ga ik wat aan doen. Ik wil van het plan naar experimenten. Dus het plan is één ding, maar we zijn ook al bezig met dingen te doen. Er is een skatebaan gekomen. Pieter kan er zo misschien een paar woorden aan geven. We zijn bezig met een African Cultural Heritage Center om ook die culturele beleving. En jij kunt daar zo misschien wat over zeggen. Er is een jongerencentrum en we zijn al heel druk bezig met ook ondernemers, containerondernemers. En daarvoor is Azam ook aangeschoven. Pieter, wil jij heel kort iets zeggen over de skate? Ja. Ben je goed op gang? Ja, hoor je. We hebben een paar sportdagen gehouden. Die zijn goed bezocht, de kinderen voornamelijk. En we hebben goede samenwerking met... Kun je beter in de microfoon spreken, alstublieft? Ja. Anders kom ik zo bij je terug, Pieter. Dan wil ik eigenlijk vragen, misschien Astrid even, over het jongerencentrum. Ik kom zo bij je terug, Pieter. Astrid, kun jij wat vertellen over het jongerencentrum? En wat de rol van het jongerencentrum kan zijn voor de buurt? Ja, nou, we zijn dus samen met Gabby ben ik bezig om de jongeren te ondersteunen die in de buurt wonen. Ze zijn op het moment bezig met podcasting. Er is een podcast in Klievering. Er is een editbureau in ook bij Klievering. Maar die ondersteuning geven wij dus aan de jongeren, zodat zij ook hun talenten kunnen blijven ontwikkelen. Want die hebben ze natuurlijk, maar wij ondersteunen ze daarin, zodat het meer naar boven komt en dat ze zich ook een onderdeel van de buurt voelen. En dat ze niet opgeven om hun dingen te blijven doen. En daarom zijn we ook bezig om alle jongeren die ook maar in de K-buurt daar zijn, om die onder te brengen in het jongerencentrum en ze daarbij te ondersteunen, zodat ze ook een toekomstbeeld hebben voor later, dat zij dit ook zelf kunnen doorzetten naar de jongeren toe. Wij waren al een hele tijd bezig met het jongerencentrum en dat is gelukt. Daarnaast is er voor veiligheid een tweede traject opgestart vanuit Stadsdeel voor een jongerencentrum. Dat hebben we bij elkaar gebracht. Het is niet of-of, maar en-en. Maar wel met een langere termijnvisie dat wat er nu komt bij de metrobaan een tijdelijk is, een eerste, om later opgenomen te worden in een permanente in de uiteindelijke bebouwing. Maar we kunnen experimenteren met dat container die daar komt. Dat is ook het mooie van deze experimenten. Daar kunnen we van leren. En hopelijk kunnen we later dan in het uiteindelijke alles mooi opnemen. Misschien Pieter, ben jij inmiddels in staat om wat over de skate te zeggen? En wat jouw lange termijnvisie is daarvoor? Ja, zeker. We hebben een paar sportdagen gehouden. En die zijn goed bezocht door de kinderen uit de buurt. De ouders zijn erg enthousiast. Ook hebben we wat geld aangevraagd bij fondsen. Om eigenlijk het skateparkje te bouwen. En dan gaan we experimenteren zeg maar, wat jongeren zelf willen. Die in de buurt wonen, wat voor obstakels eigenlijk willen skaten, welke obstakel. En dat gaan we dan met hun bouwen. En zo kunnen we kijken van wat we kunnen integreren eigenlijk in dat plein wat gaat komen. Misschien een evenementenplein of stadsplein. En het is een beetje urban sporten, skateboarden en BMX inlijnen, dat soort dingen. Het is een beetje demonstratiesport. Leuk om te showen, zeg maar. En mensen vinden het ook vaak leuk om te kijken. Dus het idee daarachter is eigenlijk om mensen samen te brengen. Hè? Dat je kijkt en met elkaar in contact komt. Die verschillende culturen die er zijn. Dus dat is het achterliggende idee. Is er iemand die daar opmerkingen over heeft of dat niet mooi vindt? Even kijken even of er reacties zijn. Ik zie Dani zijn hand opsteken. Nee, of is het alleen maar in je haar zitten, Dani? Oké. Dan Azam, kun jij iets vertellen
over de containerondernemers waar wij mee bezig zijn. Even deze. Ja. Welkom, Azam. Ja, welkom iedereen. En ik ben Azam Nabibaks. Ik ben ook samen met Mike Hart voor elkaar buurt en samen met de gemeente zijn we bezig eigenlijk om nu al even te onderzoeken hoe we een plein veel beter kunnen maken door daar eigenlijk die winkels, tijdelijke winkels neer te zetten. En daarvoor hebben we toch naam gegeven container winkels en zo. Maar als we dat strakjes echt kunnen meenemen wat de hele dingen doet, eigenlijk het pleintje, hoe het pleintje kan opbloeien, ja, dan is dat eigenlijk een veel, veel mooier en beter experiment wat we nu eigenlijk aan het doen zijn, denk ik. En hierdoor kunnen wij ook toch heel veel experimenten en alles eigenlijk meenemen. Hoe we een mooi pleintje kunnen maken aan beide zijden van het Kraaienestmeterstation eigenlijk. Dank je, Azam. En we proberen zo transparant ook mogelijk te zijn naar de buurt. We hebben dus pitches gehad al van ondernemers die een container zouden willen. Het proces is alleen maar een kennismaking geweest. Hierna volgt een proces met de gemeente ook, want die geeft de huur uit en gaat de contractovereenkomst aan met de ondernemers. Maar we hebben alle ondernemers die dat niet iets tegenop hadden, hebben we op de website gepubliceerd, zodat de buurt ook kan kijken van wat voor ondernemers hebben zich aangediend bij ons als buurt. Wat willen ze doen? Wat willen ze betekenen? En wat er nu volgt is een traject waarbij zij een businessplan moeten maken en het verder uitwerken. En onze hoop is dat we dit deze zomer kunnen draaien. Er waren twee opties. Of een heel groot traject met banken, et cetera, alles heel goed regelen voor ze. Maar dan zouden we pas over 2 jaar klaar zijn. Dus we hebben gezegd, nou, we nemen liever een shortcut. Meer risico voor de ondernemers dat ze zelf die container regelen in plaats van dat wij het allemaal regelen. En meer een regelvrije ruimte nu. En laat die ondernemers dan aan de gang gaan. En hopelijk kunnen we dan bij de zomer iets hebben draaien. En ja, er zit veel horeca in. We gaan niet alle horeca kunnen hebben, want dat is te veel horeca. Maar dat er horeca en daghoreca op dat plein zal komen, dat is wel zeker. Dus hopelijk komende zomer is daar al wat te doen op dit plein. Dan hoeven we niet te wachten totdat er gebouwd gaat worden. Mike, een vraag daarover. Ja, Raymond. Wordt er ook nagedacht over mogelijke concurrentie met de marktkooplui? Hebben die daar misschien een probleem mee? Nou, de markt hebben we minder contact mee. We hebben vooral contact met de winkeliers. We maken een raad van advies, waar ook de winkeliers in zitten, zodat er geen concurrentie- en brancheringsproblemen komen. Maar de markt op zich, ik denk niet dat veel van de markt, dat daar veel concurrentie in zit. Daar zit geen horeca. En als ik kijk naar wat daar verder is, opleidingen, cursussen, zorg. De hakkenbar is er nog niet. Het zou echt fijn zijn in de buurt een hakkenbar te hebben. Een bloemenboutique is er nog niet. Dus met de markt is er weinig concurrentie, Raymond. Mag ik daar ook even op reageren? Ga je gang, Marjo. Ja, de markt, dat is eigenlijk kleding en voedsel, wat normaal dus normale artikelen zijn. De winkelcentrum zelf ook. Maar wat wij dus eventueel nu als tijdelijk en later, ik noem het maar even mijn project met Kraaienest Village, dat zijn meer opleidingspunten of ambachtslieden. En daar hoeven zowel het winkelcentrum als de marktlui niet bang voor te zijn. Want wat op de pleintjes zou moeten komen, dat zijn dus geen winkels of waar je appels en zo en kleding kan kopen. Of de supermarkten hoeven daar ook niet bang voor te zijn. Hou het meer in de trant van kleine ondernemertjes en opleidings. En de anderen hoeven daar dus, vind ik, lijkt mij, niet bang voor te zijn. Dank je, Marjo. Dat is mijn idee. Beantwoord dat jouw vraag, Raymond? Wat? Jazeker. Ja, oké, dankjewel. Mag ik even aansluiten op Mario? Ja, Henk, ga je gang. Ik ben het helemaal eens met Mario.
Men moet oppassen dat de spoeling... Ik sta het heel slecht. Ik ben het helemaal eens met Mario. Ja, hè? Dank je. Je hoort het zo graag, daarom wil je het nog een keer horen. Ja, heel goed. Dank je. Maar we moeten zorgen dat de spoeling voor de winkeliers niet te dun wordt. Klopt. Een landelijke trend is nu, zeker in corona, dat... Kan je misschien wat harder kunnen praten of in het microfoon? Ja, dan moet ik even schuiven. Momento. Zo? Ja. Zo beter? Ja. Ik hoor je. Test. Chameleon, kikkers zijn, test. Oké. Eens met Marion, ik denk dat we moeten oppassen dat de spoeling niet te dun wordt. Als ook de markt nog een dag erbij krijgt in de week en zo, en nog winkeltjes. Ja, het is al een wonder dat er helemaal niks leeg staat in Chameleon. Er zal wel een gratis parkeerder liggen. In de poort gaat het niet zo goed. Er komen pop-up winkeltjes en andere voorzieningen. Er is gewoon te veel vierkante meters aan winkelruimte in de regio Amsterdam. Dank je. Maar ik hoop wel dat deze buurt kan liften, doordat we de pizza gaan groeien. Als je ziet dat World of Food gaat nu dicht. Heel veel van die goede ondernemers van World of Food, die komen nu bij ons en die willen best hierdoor. Nou, ik heet ze van harte welkom. We hebben trouwens met de markt gesproken van de Stadsdeelcommissie. Omdat er is natuurlijk ook een nieuwe marktvisie, waarin ook het aantal markten in Zuidoost teruggaat. En dat ze proberen de succesvolle markten te versterken. Zodat ze minder dagen hoeven te maken toch, en dan toch hetzelfde omzet zouden kunnen draaien. Nou, daar was natuurlijk vanuit de markt ook wat over te zeggen, vanuit die marktleiders. We hebben met die mensen gesproken. Maar die gaven wel aan dat ze in principe niet echt de concurrentie van winkels ervaren. Maar juist dat een toegevoegde waarde zien. Dus bijvoorbeeld bij Rijgersbos. Dat ze het juist prettig vinden in een zo'n omgeving te zitten, zodat er dan veel meer aanloop is. Dus het is voor de spoeling van winkels en markten, zij zien het zelf ook als verschillende dingen. Oké, dank je, Sander. Oké, dan wil ik eigenlijk door naar het African Cultural Heritage Center. Kun jij wat vertellen? Can you talk about the African Cultural Heritage Center for us? I hope your sound is doing it okay. Hallo? You have to speak loud. Hallo? Kun je hem heel verstaan? Ja. Hallo? Ja. Hallo? Ja, you can speak. Ja, what is your vision? Ja, what's African Roots Movement? Our vision is if the government can give us a place, a space, then we don't mind if it's not any big, we can start it in a small scale before. You know, to have the African Culture Heritage Center, then we can get all the African, both from the mainland and the diaspora, all together, you know, to share our heritage, you know. Yeah, that's what we want now. If the government can give us a space, you know, to start something from there. And you tried it this summer? Was it a success? Yeah, it was success. You know, we have the videos on Facebook and YouTube. You can watch it and see, you know, and see that, yeah. Yeah. We have something that we can contribute to the community. Thank you. Yeah. Yeah. So again, this is a thing that we're trying to experiment low level, low key this summer to see if there is demand and if these things actually supply a demand. And this summer, it was a great success, the Temporary Cultural Heritage Center. Yeah. And so we're trying to build out the programming and to do more here also in Clevering. Yeah. Yes? Yeah. Great. Dan iets heel anders. Kavels. Arnoud Jol is gekomen met de vraag, kunnen we iets doen op het veld Kempering totdat er gebouwd gaat worden, nu de garage weer is? Dat hebben we in de buurt gevraagd. We hebben een rondvraag gedaan. We hebben bijeenkomsten gehouden. We hebben een framework gemaakt voor een afweging. We zijn ook vooral gegaan naar de omwonenden, de moskee, de winkeliers, flat Kempering, de bewonerscommissie en nieuw Kempering. Wat zou dus absoluut
niet willen. Want het laatste wat we willen, iets aan de buren geven wat ze absoluut niet willen. En daar is eigenlijk uitgekomen een grote moestuin met een groot groen object. Denk deze bank of iets dergelijks, kippengaas laten begroeien en zo een prachtig object neerzetten. Het groenplatform wil daarbij helpen en dat kan een mooie plek en invulling zijn. In de bijvangst kwam er iets anders mee. Er is nog een veld en dat is veld Kralenbeek. Er is enorme behoefte aan parkeerplek in de buurt. Er is ook nog een strook tussen veld Kralenbeek en Laag Kralenbeek in, dat ziet u onder. Eventueel zou je kunnen bedenken dat met stelkomplaten er in ieder geval tijdelijk tot een bebouwd wordt extra parkeerfaciliteit wordt. En misschien, Harry, kun jij hier ook nog iets over zeggen? Want dit is natuurlijk niet iets wat zomaar van de grond komt, maar wat is de kans van slagen en wat heeft dit nodig, Harry? Ja, hoe ik hier tegenaan kijk. Die camperingkavel op een goede, groene manier inrichten. Ik denk dat moet kunnen. Dat kan ook. Is op zich geen gek iets en een haalbaar iets wat we ook, denk ik wel, kunnen betalen in onze grondexploitatie. Normaal zouden we dat ook inzaaien met gras. Dat is misschien een kleine extra uitgave. De andere bouwkavel inrichten als parkeerplaats. Dat is iets wat wij even terug gaan leveren aan de politiek, denk ik. Want dat ben ik benieuwd wat men daarvan vindt. Dus wat ik eigenlijk, hoe ik het voor me zie, is dat jullie als Hart voor de Kamer, als buurt, wij spreken klassiek ambtelijk, vertellen, dit is de uitkomst van onze poll in de buurt en dit zouden we graag willen. Bestuur, kunnen jullie daarmee instemmen om dit zo tijdelijk in te richten? Als het bestuur zegt, vinden we een goed idee, dan gaan we dat gewoon organiseren. Oké. Zijn er vragen over, suggesties? Iemand in reactie, kijk even of er handen worden opgestoken. Ja, ik ben toch wel erg benieuwd hoe het probleem dan opgelost wordt na die tijdelijke situatie. Want dan vallen die parkeerplaatsen toch weer naar iets anders over. Gaan ze over naar iets anders. Hebben die mensen dan nog steeds niet dat probleem dan? Hoe moet ik dat zeggen? Geen geluid? Nou, er wordt... Wat zegt u? Er wordt gewoon voor het hele gebied wordt er een parkeerstudie gedaan. Hè, waarbij de normen van het gemeentelijk beleid worden gehanteerd. Dat betekent ook iets voor de nieuwbouw. Bijvoorbeeld in de sociale huur is besloten dat daar geen parkeerplaatsen voor worden gerealiseerd. Hè, zoals in het verleden wel eens gebeurd. Ja, dus dat beleid wordt gewoon toegepast in de nieuwbouwplannen. Zoals jullie weten is het nog steeds gratis parkeren bij jullie in de buurt, hè? Dat betekent natuurlijk ook iets. En de keuze om bijvoorbeeld betaald parkeren of blauwe zones in te voeren, is ook een politieke keus. Ja, dus wat wij als ambtenaren doen is, wij kijken wat het programma is en wat de situatie nu is. We kijken wat de normen zijn die de gemeenteraad heeft vastgesteld over parkeren. En dat verwerken wij in een plan. Het kan natuurlijk nog zo steeds zo zijn dat de buurt zegt, wij vinden eigenlijk dat er nog een paar parkeergarages bij moeten komen. Omdat we nu in een unieke situatie zitten, hè, dus de buurt maakt het plan. Ik kan dat een voorstel zijn die de buurt doet aan de politiek. Normaal zouden wij dat ambtelijk, denk ik, tegenhouden, hè, want dat zou niet passen in ons beleid. Maar in deze bijzondere situatie zou je dat kunnen voorstellen als buurt. Er is in ieder geval meer behoefte aan parkeerplaatsen altijd geweest. En er is ook wel eens opmerking gemaakt van maak dan weer een nieuwe parkeergarage erbij. Er was ook het idee, Maarten, om onder de garage voormalig campering, tussen de moskee en de kerk, ondergronds, door de moskee zelf en de kerk samen een parkeergarage te laten bouwen voor hun bezoekers, die ze dan ook zouden kunnen uitbaten. Wat blijkt is dat het lastig is vanwege de grondwaterstand dat zoiets gaat drijven. Dat is ook waarom bij de Chameleon de parkeerfaciliteit in het winkelcentrum in de bovenlaag zit en niet onder de grond. Dus het heeft wel fysieke consequenties. Je kunt het niet wegstoppen onder de grond in deze buurt. De grondwaterstand is te hoog. Mag ik wat zeggen? Ik wil eerst even Maarten aan het woord. Want Maarten die was hier bezig met het gesprek. Mario, daarna ben jij.
Maarten? Nou, ik ben met het eens. Het is gewoon een gemiste kans. Want ze hadden mooi op de moskee dan wel op de nog te bouwen kerk. Hadden ze ook parkeerplaatsen kunnen maken voor de bezoekers zelf meteen. Want nu zien wij dus, zeker met feestdagen, dat het allemaal in de wijk wordt gezet. Ja. En vandaar dat we zeggen, het is toch, blijft een aandachtspunt, met name door de kerk en ook met de nieuwe normen. Als er huurwoningen komen en er worden niet extra parkeerplaatsen gereduceerd in de bebouwing zelf voor de bezoekers, voor de bewoners. Dus de verplichting er één te huren als je een auto hebt, dan komt het allemaal in de wijk. En dan neemt dus in de hele omgeving zowel een laag Kralenbeek als een nieuw Kempering de parkeerdruk weer toe. En ook in de omgeving. We hebben nog gesprek met de kerk en met de moskee. Dan gaan we het zeker meenemen, Maarten. Mario, ga je gang. Ja, we hadden het een keer over het plein. En dat er dus onder andere ook woningen kwamen. Ik weet dus niet wat voor woningen. Maar deze invulling van waar nu de garages staan, daar zouden eventueel toch ook woningen kunnen komen. Zodat het plein, wat ik dus eigenlijk bedoelde, vrij blijft ervan. Dat is inderdaad een afweging die we moeten gaan maken. Dat zijn die volumestudies die we nog moeten doen, Mario. Want waar het een niet komt, moet het ergens anders terugkomen, die woning. En dan moeten we bijvoorbeeld de hoogte in. Dus dat moeten we allemaal nog gaan bekijken. Zover zijn we nog. Ja. Want er kunnen ook huizen komen uiteindelijk. Sowieso. We moeten sowieso huizen komen. Ja. En daar heeft Jenny van Dalen ook al een heel mooi plan voor de Velde Kralenbeek bijvoorbeeld. Dat zit ook in de map. Charles, ik wil even Charles vragen. Charles. Ja, Mike. Yes. Did you want to say something? Because I skipped with the African Cultural Center over it also, and we already had a great contribution. But is there something you want to add? My contribution is that I really appreciate the committee for the privilege they give us to have a meeting with you guys all the time. And moreover, if you can, like what my friend said from the African Root Movement. Yeah. For now, I think it's because of this pandemic time now, there's no more much gathering like before. But actually, hopefully, between now and next year, everything's going to be all right. If you can have a space, like at least you can, it's like just like a multicultural. You can gather together, have a nice time together like before. It's gonna be a good thing. That's my own suggestion. Good. Thank you. Yeah. That brings us almost to the end of the whole session, and it's about time you were probably thinking there. Yeah. But I have a final question to everyone. We're trying to do in this neighborhood now is to see, is there a space for everybody? And is those space gelijkwaardig, how you say, of equal value for everyone? Do we have equal value spaces? But which groups or people are we missing, do you think, or do you have suggestions? Can you put in the chat if we have any groups or any people that we should really go to specifically still to say, hey, don't forget these people. Don't forget this event. Ik heb de kermis erin gedaan. De kermis is zo'n ding. Iedereen vergeet de kermis, maar het is één keer per jaar en het is wel leuk. Die moeten we niet vergeten. En zo zijn er ook andere groepen die we misschien vergeten. Als jullie nu suggesties hebben, if you have suggestions of groups or facilities that we might be forgetting and that we should have on our screen, please add them now to the chat. Because we really want to make an inclusive neighborhood and we want to have space as much as possible. We can't please everyone. We need to have a vision, and we will need with that vision, not something for everybody. We can't please everyone, but at least we can hear everyone and go to everyone to see if we can improve the plan to make it as much as possible fit everybody. So if you have anyone, please put it in the chat if we have any groups that we might be forgetting or people that we really need to hear. But like what I want to suggest in the neighborhood, sometimes when we are doing Africa movement, mostly we don't find some elderly people there in the society. Well, just like a young ones. Because if you can go to the park in the city, you can see somebody, they came there with a wheelchair, they came there with their motorcycle, little one, they buy something, but start to eat, they feel atmosphere, they're happy. So, but in the
in the Kabud, some old people, maybe they don't have the information, or maybe the elderly people, maybe they don't know information about this, what is going to happen here, or how are we going to go there, how are we going to have the information to come there. It's okay. It's like a multicultural, not only for Africa, it's not only for white or black, we are together. Good. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah. Hello. Yeah, please. Yes. Yeah, good evening, Mr. Mike. Good day. This is Speaker of Yoruba Youth. Yes. Yeah, I'm just trying to portray what my president is trying to say. You know, you cannot satisfy everybody like you said. That is correct. And nobody's taking that away from you. But we need a place, even there can be one for the whole of Africa. We are African and our tradition and custom is similar. So we can use one. We just need a place we can showcase our custom and tradition. We need a place we can call our own, you know, so that our born and unborn child can, you know, benefit. We are not planning to die here, and we are not going to live here forever. At least for the time we're here, we just have to have something we can call our own, so that we can showcase our custom and tradition. Like my president has earlier said, we have many people in the diaspora. They are not well to do, like the old people, you know? So we are trying to bring them closer because it is we, the youth, can move from one place to another. Nobody even knows, some old people don't know where to go. But we are the one to counsel them, we are the one to look for them. But we can only do this when they have a place we can call our home, the place we can showcase as our own, the place we can showcase our custom and tradition. Like the man from the African movement, I've just said, you know, you cannot satisfy everybody we know. But if it is only one, we can share it. We are all African. Our custom and tradition is similar. You Thank understand? You. So that's what I'm trying to contribute. I don't know if you understand what I'm saying. I very much understand. I do think you are very much hooked into the process at the moment already. So in that respect, I think the process, I feel, is benefiting the new groups that we were not seeing in the past trajectory. I think I'm hoping you being here, you know, we're trying to make this an inclusive neighborhood. And I think with your presence, that's really appreciated and valuable. The question is, are there other people or groups next to you that you know that we should be knowing about that we might be forgetting? Because we're not forgetting you. You're on the radar screen. Thank you very much. Yeah. No, we are the same. Yeah. Good. We are one body, we Yoruba. And we are so much interested in anything concerning Yoruba. You know, we have five groups that makes Yoruba groups, you know, but I can even call the active one. You know, so we are talking on behalf of the rest of the Yorubas and the rest of the African group. So we are the same. So if there is something you can do for us, if you can use your good office, Mr. Mike, we are really trying. Honestly, I know your head is full now, but you just have to try your best. I know you have a full head, but you just have to try your best. And, you know, we are just searching for a place we can call our home, the place we can call ours, the place, because in our own money, our aims and objective is for us to be, you know, we want to learn all our born child, all the children we have here in the Netherlands, we want to, you know, taught them how to speak our language. I know, and I see the desire, and I appreciate it. We're trying to do our best already here, you know that, and we think we should, you know, make that bigger in the neighborhood development. So that's well heard. I want to start with concluding because the time is running out and you've all been on the screen long enough. I want to say, where is more information if you want it? There's website, social media, and as I said, the working drive. Iedere week, every week, we have K-buurtuurtje in Buurthuis Bontekraai. And if Corona doesn't allow it, we do it on Zoom. And sometimes we do a hybrid. We're trying from now on to do podcasts. You saw one with the youth already, to get in depth with certain stakeholders. The meeting was here today, and there is an app group. Thanks to Henk, who has instigated this. You can join the app group
bit.ly slash buurtontwikkeling K-buurt. And with that, you join a session to talk by WhatsApp group. So that's really today. And before the final, I'd like to do a final poll to see what you all thought of this session. Even kijken, maar moet ik nu kijken? Oeps. Yeah, for me, I'm pleased with that. I'm okay. So God will be your strength. Just try your best for us. That's what we are asking for. Thank you. Thank you. And God bless you. Thank you. Can you give us a grade as to how you found this this session? Well, it's very, very nice and interesting. At least if this can continue this way, at least we can be informed and we know what is happening in the diaspora. So I truly appreciate it. Best part, the fact that my Dutch is not so good, but I can still pick one or two words in what we have been discussing since. Thank you. So yeah, God will be your strength. Just continue that way. Can you give us a grade on your screen? Can you see the poll and can you press a number to score this session? And essentially, are we good on our way? Are we doing well with this? Are we doing bad? And also you can add comments in the chat and so we will pick them up in the chat for further. And if anybody wants to further talk, raise your hand. I just want to make a last round and then before ending, I'm just gonna leave it open if neighbors want to talk to each other. But is there anybody who wants to make last comments or additions or questions? If you can raise your hand, that would be awesome. I see Dani. Dani, yes, you. I know. That's this one. Haha, yes. Great. Good pitch, Dani. Well done. Dani is on. Mike? Ja. Arnoud, ga je gang. Ik had nog een laatste puntje. Ik heb gezien even een discussie over de parkeeroverlast. En ik heb daar wel een rondvraag ook over gedaan bij het dagelijks bestuur ondertussen. Alleen dat we bijvoorbeeld in de D-buurt, dat ligt dus echt meer richting Diemen-Zuid, de parkeerdruk eigenlijk nog hoger is. En bewoners hebben daar zeg maar dermate overlast van parkeren, dat we daar dus echt geneigd zijn om parkeermaatregelen te nemen. En vanuit de stadsdeelcommissie is daar een advies aangenomen geweest om daar bijvoorbeeld een blauwe zone in te voeren. En de blauwe zone heeft het dagelijks bestuur nu van aangegeven dat ze die niet zullen honoreren, omdat het niet binnen de beleidslijn past van het college. Dus wat we nu gaan doen is kijken of we direct naar de gemeenteraad gaan. Maar om eerlijk te zijn heb ik er een hard hoofd over in. Omdat het is gewoon de beleidslijn van het college dat als zij parkeermaatregelen nemen, dat dat eerder betaald parkeer is. Dus geen blauwe zone. Dus ik heb er ook een beetje een hard hoofd in dat het huidige college geld vrij zal maken om meer parkeerplekken te realiseren in onze wijk. Mag ik daar een kleine toevoeging aan doen? Ja, want tuurlijk. In het antwoord stond ook namelijk dat er dat een vergunning, zeg maar, of een verblijfplaats, of noem je dat, zo'n kaart voor als je een blauwe zone hebt, dat het voor een bewoner duurder zou uitpakken dan betaald parkeren. Ja. Dus eigenlijk is betaald parkeren voor de bewoner een goedkopere oplossing, plus dat het geld naar de gemeentekas gaat. Dus dan komt het eigenlijk ons als gemeenschap weer te goede. En het laatste is eigenlijk dat ze die helaas die ondanks de druk en de vraag ook vanuit bewoners niet de maatregelen willen doorvoeren van betaald parkeren, was omdat met corona en dat aantal mensen toch moeilijkheden hebben om te rond te komen en zo, dat ze dan eigenlijk niet nu nog extra kosten wilden gaan in rekening gaan brengen. Ja. En dat ze ook kijken van wat er misschien nu verandert in de samenleving. Omdat veel meer mensen thuis werken en dat er misschien dus ook minder forensen in de buurt parkeren. Of dat misschien ook een afname aan parkeerdruk oplevert. Dus dat was een kleine toevoeging. Ja, dus vooralsnog hebben ze die bal een beetje voor zich uitgeschoven. Maar ik heb bij Jacob Wedemeyer geïnformeerd van nou joh, wat zijn nou de mogelijkheden? Maar hij was nogal sceptisch om nou zeg maar extra parkeerplaatsen te gaan maken bij Kralenbeek. Maar we gaan het gesprek gewoon eens aan en dan gaan we eens zien wat er mogelijk is. Maar ik wou er een kleine side note in geven om een beetje verwachtingen te temperen. En ik wil graag een zo enthousiast woord van dit idee. Helder, maar ook nog een toevoeging van mijn kant. Laten we misschien proberen om in ieder geval een tijdelijke wel te hebben. Ja. Dan kunnen ze
die parkeernorm vasthouden voor de lange termijn. Maar tot er gebouwd gaat worden, dat is toch weer 2-3 jaar even de noodgelener met een paar stelkomplaten. Laten we dat in ieder geval proberen. Nee, je moet het sowieso voorstellen. Hè? Dat is gewoon, als het uit de plannen komt, dan is het sowieso een voorstel vanuit de buurt. En dan moeten we daar gewoon met z'n allen naar gaan kijken. En ik denk dat ook iedereen wel redelijk genoeg is om daar ook weer goed met een frisse blik naar te gaan kijken van wat er nu gevraagd wordt. Of het een tijdelijke oplossing is en hoe die dan gemaakt wordt. En, dus dat zien we dan wel. Dus, maar ga vooral dat uitwerken, zou ik zeggen. Ja. Ik wil nog even vragen, de mensen van de gemeente die aangehaakt zijn. Marjolein zie ik, Gert-Jan, ik zie Ozan inmiddels, sorry, die had ik nog helemaal niet in beeld in het begin. Die heb je nog niet eens voorgesteld, Ozan. Misschien kan het nog even, dat jij ook even voorstelt. Nog even misschien iets willen toevoegen of vragen aan de mensen of gedag zeggen. Ja, Mike, ik ben ook later ingetuned, rond 8 uur. Ik ben Ozan Tubdel, gaan assistent projectmanager van de gemeente, dus ik ben assistent van Harry Wien. Ja, hartstikke goed. Dankjewel voor de avond. Ik vond het heel leerzaam. Oké, okay, nice. Yes. Ja. Gert-Jan, heb jij iets opgestoken? Gert-Jan, even horen. Ja, hoi. Ik heb zeker wat opgestoken. En nu gaan we er samen een mooi plan van maken. Er liggen wel wat uitdagingen, hoor ik zo. Goed zo. Marjolein, zie je het nog zitten? Jazeker. Volgens mij gaat het goed komen. Ja hoor. Wordt een mooie puzzel om te leggen. En volgens mij hebben we ontzettend veel input opgehaald, jullie. Dus ik denk dat we daar wel naar uit voeten kunnen. Dankjewel. Rosita, zie ik jou bij het kamerdeurtje? Rosita heeft volgens mij de microfoon al weggelegd. Geeft niet, die bel ik nog wel even apart. Nog even over het flaneren en het mooie kijken hoe we daar een boulevard ergens kunnen maken. Jongens, ik wil jullie allemaal bedanken. Dames ook, iedereen. Ik laat de microfoon hier verder open voor wie nog even wil praten. En de rest zwaai ik gedag. En allemaal, je ziet de ballen achterhangen. Die hebben we van het Fofvuil ergens gehaald. Maar het worden mooie dagen hopelijk voor iedereen, ondanks corona. Ik weet nog niet wat Rutte gezegd heeft. Ik ga het zo kijken. Maar toch, alvast fijne feestdagen. En stuur je videootje in naar Dani. Dan maakt hij een prachtige, warme kerstgroet voor de hele KBUT via KBUTV. Dankjewel allemaal. Yes, dankjewel. Fijne avond. Mike, doei. Doei. Ja, see you tomorrow. Fijne avond, Mike. Dank je, Jan. Dankjewel. Fijne avond, hoor. Doei. Fijne avond. Ja, oké. Okay. Good night, Mike. Goodbye. Dag, Jean. Dank je. Dank je. Is fijne avond nog. Net een bijeenkomst.